Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Met mij gaat het geweldig. Dat kan niet anders zeggen. Morgen heb ik alweer vrij. Het morgen is Hemelvaartsdag 2021. Donderdag 13 mei. Geen hond weet waar die dag over gaat. Maak het uit. Ik heb weer eens een dagje vrij. Op vrijdag moet ik nog even werken, maar 4 uur. Dat wil zeggen, vrijdag moet ik werken van 10. Kijk maar. Van 10 tot 6:30. Ja. 6:30 ben ik thuis. Wat is het dan? Dat is nog 9,5 uur of zo, hè? Best zware dag, dus. Maar niet thuis. Ik moet eerst mijn buurtconciërgewerk doen. En dan kuier ik naar het Willemsplein. En daar stap ik op bus 105. En dan is die tuthola van een adoptiedochter. Ja, het moet kunnen hoor. Ja, af en toe moet het er gewoon uit. Ik heb ooit een schoolrapport gekregen en daarop stond... Nee, mijn moeder was voor het evaluatiegesprek gegaan. En ik kwam terug en die was boos, jongen. Want de onderwijzer had gezegd... Ja, Pirrie, ja, hij kan het wel. Maar hij doet het niet, hè? Nee, mijn vader was pleiten. Oh, dacht mijn moeder. Nou, dat gaan we even oplossen. Denkt Perry wel niet zo. Hoe kom ik daar nou op? Nou, dat het niet de manier is om met andere mensen om te gaan. Waar ik het over ga hebben? Hoe kwam ik er nou op? Er was dus iets, hè? Dat zit mij nog steeds niet lekker, hè? Dat merk je wel. Oh ja, nu weet ik het weer. Die dochter van mij. Die atheïstische... communistische... feministische... bedweter. Die kan het wel. Maar ze doet het niet. Nee. In haar ogen is koken. Dat doe je niet. Want je bent rijk. En dan ga je lunchen en dineren en ontbijten. Als je dat wil. In een restaurant. Hoezo? Kookt een mens. Ja, die trut die gaat vrijdag koken. Zoals de Fransen zeggen, no shit. Sherlock. En dat is van Sherlock Holmes. Dus ja, is dat werken? Ja, in principe is dat werk. Want ik en mijn dochter die gaan vrijdag voor minimaal 16 mensen, 17 mensen. Ja, doe maar een beetje meer. Iets van 80% bewoners en 20% personeel. Ja, en wij zijn natuurlijk ook personeel. En ja, zij moet ook wat eten, neem ik aan. Dus ik neem aan dat ze wel wat lust. We gaan een nasi goreng maken. En ik ga de curry in mio teren. Het is best een leuke truc. Ik mis, ja, wij zeggen het wel, maar... wat ik ga doen is, ik moet een nasi goreng gaan maken met kip. Nou, moet je me vragen wat je krijgt, maar ik denk wel dat ze zo aardig zijn om gewoon kipfilet te bestellen. Maar, ik kan ook natuurlijk nog eens even, ja, de mens is vreemd. Maar laten we ervan uitgaan, kipfilet.
Ik zou het ook doen hoor. Als je goring maakt, niet kippenpoten erin stoppen. Het kan wel, alles kan. En wat je dan moet doen, wat ik dus ga doen, en dat vertelde ik tegen mijn coördinator, Mark, van mijn buurtconciërge-avontuur. Ik vertelde tegen mijn coördinator Mark. Die vraagt dan aan mij, wat ga je koken? Ik zei, nou, nasi goreng. En hij zei, en wat ik ga doen, hè, dan ga ik de kipfilet van tevoren marineren in de curry. Want ze hebben daar een lekkere curry java. Of jeba. En daadwerkelijk een grote zak met klote kut curry. Van de toko. Dan moet je wel even ja, die curry hebben. Hij begreep al wat ik bedoelde. Wat je doet, je maakt die kip, doe je alvast in dobbelsteentjes. Hè? Al leuke blokjes die goed in je mond pasten. En dat die niet van de vork afvallen. Of, nee, die mensen die eten daar met een plastic lepeltje. Ja. Dus het moet wel een beetje aan elkaar blijven dingen zo. Hè? Niet dat het op de grond valt. En dan doe je de boel in dobbelsteentjes en een kwak olie eroverheen. En curry. En ja, en niet zoutje tegen om er een bak zwarte peper. Dat had ook een hele goede zwarte peper. Zwarte peper, nou die, maar die komt van de toko. Dat hebben die begeleiders daarin gekocht. Dat was een samenzwering, ja. En ik heb dat opgevangen. Want ik was toen schoonmaker. En ik was erbij dat ze met z'n allen zo'n beetje... Ja, nee, maar dan gaan we gewoon even bij de toko. En dan kopen we bij de toko in één keer. En trouwens, als we dan toch gaan... Dan, wie wil er ook de spullen van de toko? En toen dacht ik, hé... Leuke werkomgeving. En ben je al schoonmaker, kom je binnen, hè? En dan kan je ook zeggen, ja, oh, ik hoorde van de toko, hè. Ik zou heel graag, ja... diepgevroren bamboespruiten willen. En dan ook gewoon een grote zak. En je flikkert het in de diepvries en het blijft goed. Lekker man, bamboe. Maar goed, van die operatie, dat was een samenzwering. Allemaal zat het overleggen. Maar ja, dan gaan we, nee, maar dat kan hem wel, want dan ga ik wel rijden. Zo iemand van de begeleiding. Ja, zo is het gegaan. Iemand van de begeleiding. Die is naar die toko-toestand gegaan. Aan de Johan de Witlaan. Ook dat hoorde ik nog. Ja, die hele mooie grote Chinese supermarkt. Nou, daar hebben ze lekkere kruiden. Maar goed. Kijk, zei dus Mark, mijn coördinator. Die zei dat tegen mij. Van, je moet er wel om denken dat je die curry, die moet je even... Ja, hoe heet het ook weer? Mutileren? Automutileren? Hoe heet het ook weer? Ah, het is myoteren. Je moet die curry frituren. Dat moet je doen. French fried curry. Curry moet je heel heet maken. Ja, ik heb daar natuurlijk geen olie, want ik zat daaronder. Weet ik veel. Ik snap er ook helemaal niks van mijn kookwerk. Hè. Daar krijg ik geen cent voor betaald, hè. Maar het blijft werk. Ik werk. En graag. Dat hoort bij mij. Alleen als ik werk, dan kan ik daarna denken... Zo, nou, dat zit er op zich. Hoeveel geld heb ik verdiend? En hoe ga ik het opmaken? O, honger maakt rauwe bonen zoet. Dat is ook zo'n lullige opmerking. Ja, zo maar niet. Ik heb twee banen. En die ene banen krijg ik helemaal geen donder voor. Ja, ik krijg nog poen van die lui voor al die reiskosten. Dat moet je ook nog doen.
Dat is een goede truc dus. Tenminste, ik weet nog niet hoe het afloopt. Ik ga het jullie ook vertellen bij de volgende XXL. Van hoe dat mioteren, hoe dat mij gelukt is. En ik moet het ook nog doen op een inductieplaat. Nou, daar word je helemaal zagrijnig van. Tjeetje, wat een stom idee. En mijn dochter die gaat dus mee. En, ja, con Deo Valente, inshallah. Tot. Ja, dan krijgt zij een bak met kroephoek. Dan mag zij de kroephoek gaan maken. Hahaha. Ja, maar Piri, die kan je kant-en-klaar kopen. Ja, maar je snapt helemaal niks van koken, jongen. Serieus, en dat gaat ook helemaal niet om dat koken, want die mafketels daar, en daar bedoel ik ook de begeleiding mee, die zijn al lang blij als het überhaupt te verteren is en dat er niemand doodgaat. Maak het uit of het supermarkt kroephoek is of dat je het zelf bakt. Behalve dat als je supermarkt kroephoek gaat bestellen, dat is helemaal niet gezellig. Niet leuk, helemaal niet leuk. Nee. En mijn dochter gaat dan zorgelijk kijken naar die zak met kroephoek en heeft zoveel. Ik had ook vragen hoor bij de toko. 18 mensen kroephoek. Hoeveel moet ik hebben? 50 gram per persoon of zo. Even overleggen. Een heel klein klote kut frituurtje hebben ze daar. Maar het is een frituur. En ze mag de rijst koken. En voor de rest mag ze ademloos staren hoe haar vader de toreador is. Tegen iedereen die de stier is. Hoppa, weer een bordje klaar. Mijn dochter die vertelde mij, dat was best een leuk verhaal, dat ze een stage wilde bij de mensen die dan drugsverslaafd waren. Het is een speciaal project van het Leger des Heils en dat zit in de buurt van Lunteren. En daar hebben ze die mensen buiten het dorp geplaatst. En eens per dag dan rijdt er een busje heen en weer. En ik kende die lui van een zak geld. Dat betalen we ook nog. En kennen ze drugs kopen in het centrum van Lunteren. Ah, ha, 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 ha. Ja, zij wilde er graag naartoe. En daar heeft ze zitten huilen. Ik zou zeggen... Shame, 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 shame on you. If you can't dance too. En hij zei, shame, 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 shame on you. If you can't dance too. Dus ik zal haar even leren hoe je daar doorheen danst. En dat ik dus kook. En ik ga niet lopen janken. Dat hoort er helemaal niet bij. Ook al breken ze de tent af, ze maken mij de pis niet lang. Je bent er om te werken en niet om aandacht te trekken. Ik had mijn dochter nog, ze belde mij op. Ik denk dat ze bezorgd is. Ja, ik bel maar even. Ja, het... Ja, ik heb er al weken niet gesproken. Hè? Maar we hebben die afspraak staan. Dus dan belde ze een paar dagen geleden. En dan zeg ik alleen maar tegen haar. Van, nou, je moet om 1:30 op het Willemsplein zijn. En dan gaan we eerst iets... Dan lopen we de stad nog in. En dan gaan wij wat... Mag je wat eten? En ik betaal. Misschien iets van het Indiaans restaurant. Die hebben zo'n street food. Indian street food. Ja, waar ze maar wil. We hebben geen Kentucky Fried Chicken. Nee, die hebben we wel. Dat mag ook Kentucky Fried Chicken. Dat maakt me ook geen donder uit. Maar we hebben een of andere reguliere snackbar. Vind ik ook goed. Ik bedoel, de Hema, die is ook weer
aan het opstarten. Dat mag ook voor mij een hemelworst. I don't care. Voortplantend bedoel ik dan, hè? Het is niet alleen zo dat ik er niet om geef, maar ik geef er ook voortplantend. In de zin van, daar moeten mensen niet om geven. Dus het is niet zo dat ik er niet om geef wat mijn dochter eet. Het moet zo zijn dat iedereen er niet om geeft wat zijn dochter vreet op zo'n moment. Voordat ze de jungle ingaat. Sterker nog, voor mij mag ze ook een blootje gaan roken. En dan betaal ik de wiet. Het stilt de honger ook, hè? Een beetje wiet. Heb je ook gelijk in. Oh nee, dan krijg je wel zin in zoetigheid, maar... Ja, ze moet zelf maar kijken. Ik denk niet dat ze dat stoont aandurft. Ik denk ook dat ik dat zelf niet stoont aan zou durven als ik in haar lichaam zat. En niet weten waar hij naartoe gaat. Zijn mijn dochter gaat naar HK22 van Des Konings Jacht. Dat is een. Dat heette vroeger een gekkeninstituut. Ik denk dat je dat nog steeds zo moet noemen. Vanwege die sommige elementen van het management. En de begeleiding. Ja, die mensen waar je zo naar kijkt en dat je je afvraagt van... Hoe gaat het ook zo goed met jou als dat het met mij gaat? Want jij maakt helemaal niet de indruk op mij dat het met jou ook zo goed gaat. Dus hoe gaat het zo goed met jou net als met mij? Die mensen zijn knettergek. Maar die beuren er wel even 2000 netto of zo. Rijden lekkere auto's, jongen. Dat zijn knettergek. Die bewoners, die zijn stront. En stront eerlijk. Daar heb je echt geen gezeik mee. Ik niet, hoor. Door ik ben daar gestompt. Hè? Maar dat was omdat ze mij verwarden met die gekken van het instituut. De betaalde gekken dus, hè? En ze dachten, oh, dat is ook zo'n betaalde gek. En zo heb ik twee keer een klap gekregen. Er was er ook nog eentje en die begon mij te stompen. Ja, dat moet je snappen. Het zijn kinderen. En ik weet dan precies waar ik gestompt word. Oh. En toen werd die gozer, dat is de vrachtwagenchauffeur. Die werd toen overmeesterd, er greep iemand in. Wie was dat ook alweer? Terwijl het net zo gezellig werd. Ik was aan het schoonmaken en hij liep een beetje heen en weer. Of zo. Ik had er geen last van. Maar ik zat met hem te lachen. En hij is niet zo goed in taal, hè? Maar wel met zijn spieren. En dan gaat hij even de schoonmaker. Ik was een schoonmaker. Gaan we de schoonmaker even stompen. Hey man. En dan ben ik de toreador. Ik zie hem al lang aankomen lopen. Ik ben ook niet gek. En dan jou hoor, dan krijg ik een stomp. En ik zo. I get knocked down. But I get up again. They will never gonna get me down. I'll get knocked down. Ja, man. En toen sprong zo'n begeleider. Die vond het wel grappig. Die liet hem maar gaan. Die vent is levensgevaarlijk, hoor. Maar die liet hem maar gaan. Niet van mij. Hij is niet levensgevaarlijk. Hè? Je moet die man met geen haar krinken. Het enige punt is. Hij is. Die woning van hem, hè. Dat is een eenkamerwoning. Hij heeft niet eens een eigen toilet. Ja, dan heb je echt... dan behoor je binnen CISA tot de meest armoedige.
Ik vind het een hele leuke fan. Ik moet altijd om lachen. En hij houdt van popcorn. Hij vindt popcorn lekker. Hij heeft zo van die verkrampte pezen. Maar hij kan best dingen beetpakken. Er zijn geen enkele problemen. En daar gaat mijn dochter naartoe. Deze middag zal haar heugen. Die komt de bek af. Dus. Ik heb zo'n pakje champignons nog. grapje. Van die psilocybine of zo. Ja, ik kon die naam al niet uitspreken voordat ik wist hoe het middeltje heette. Dus het ligt niet aan het middeltje, maar psilocybine of zo. Ja. Daar kan ze dan wel lekker aan terugdenken wat ze meegemaakt heeft. Wat een paddenstoelentrip. Die gaat haar eigen ogen niet geloven. Haar vader, de wiskundig ingenieur, met gevoel van metafysica, die is tegenwoordig kok op HK22. En daar wordt voor mij de deur open gedaan alsof ik de voortplantende koning ben. Oh, laat jouw begrip maar binnenkomen. Dan blijft dat hopelijk. Ook al ga jij weg. Maar dat ik je iets achterlaat met je houding. Ik denk dat ik er een van die begeleiders geguillotineerd heb. Ai. Ja. Kijk, niet al die begeleiders zijn daar knettergek, hè. Sommigen zijn real life, hè. Die zijn net zo gek als die bewoners. Namelijk gek. Sorry, zeg dat nog eens een keer. Wat heb jij gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Die begeleider, hè? Die had een kamer. Daar kopen die mensen dan, hè? Zo'n huisjesmelker. Hè? En die douwen ze vol met polen. Nou, daar kan je zo een kamer krijgen. Ja, een mooie kamer, man, met een deur. Een echte deur. En toen had hij zo weinig geld. Hij doet alsof hij verslaafd is aan roken. Dat vind ik ook af en toe leuk om dat te doen. En dan door blijven roken terwijl je geen geld hebt. En dat zei je wel. Dan kocht ik één pakje sigaretten. En dan haalde ik al die sigaretten eruit. En die verdeelde ik dan in 7. Dan zei ik, nou, dat zijn ze dan voor deze week. I have been there. I have done that. And I have got the t-shirt. Een prachtig verhaal. Ja, zei hij. En toen ging hij bij die Polen. Die kwamen bij me aankloppen. Of ik had een van die Polen was jarig. En iedereen die... Ja, ze dronken daar gewoon vodka. Van die Poolse vodka. Kost geen drol. €3 de liter of zo. Ja, iedereen zat er aan de Poolse vodka.
En hij lekker meedrinken. En toen weet je van, nou zeg, ik voel hem wel een beetje. Ik denk dat ik naar bed ga. En hij gaat naar bed. En hij was 's morgens wakker en brak, jongen. Brak. Toen ik denk van, lichaam. Dat, ja, je weet niet wat je... zo ziek als een hond. En die Polen, die is allemaal, hallo, en die waren allemaal eieren aan het bakken. En die Polen, voel jij je wel lekker? En hij zei, nee, helemaal niet. En die Polen, die beginnen te lachen. Ja, zeiden ze. Dat zeiden wij al in het Pools. Dus hij zat tussen die Polen. En die Polen zaten lekker te slibowitje of zo. Qua taal dus. Hè. Je begrijpt er geen reet van. Hè. Maar die Polen die hadden tegen elkaar gezegd. Van, nou, die Hollander. Nou, die lust hem wel. Nou, nog een beetje. En hij zei, ja, maar ik zat toch alleen met jullie mee te drinken. Ik heb net zoveel gedronken als jullie. Maar ik ben helemaal ziek. Ja. Want jij dronk helemaal geen water. En dat is stoer. Dus wij dachten al van nou. Dus wel de hele tijd Poolse vodka en dan helemaal geen water. Oh, meneer is op water dieet. Oh, jij bent dan helemaal kostmisselijk. Ja. Je vindt gek. Dat doen wij helemaal niet in Polen. Ja, dat is een leuk begin van de zaterdag. De katerdag. De hele zondag bijkomen en dan weer aan het werk. Inmiddels heeft hij een vrouw met... Hij is een hele lange gozer. Ik zag die foto op Facebook dat meneer getrouwd was. We zijn Facebook-vrienden. Dan zag ik het. Ik denk, nee. Dat is echt wel een hele mooie vrouw. We gaan het hebben over Bill Gates. Oh ja, en omdat ik hem gegigotineerd heb. Ik heb hem via de bedrijfs-e-mail... een aantal e-mails gestuurd. En ja, hij werkt er niet meer... Op HK22. Dus ik denk. Dit. Ik denk dat de bedrijfs-e-mail. Je stuurt dus een mail naar zo'n medewerker. En dan poink. En dat ze ook filters hebben. En dan belandt zo'n mail. En dan zeggen we: ho, Perry. Heeft dingen verteld aan Ray Ray. Van Sons of Anarchy is dat, hè? Een schuilnaam natuurlijk. Maar Sons of Anarchy, hartstikke leuke serie. Echt waar. Dus gewoon alleen maar lachen. Net als Better Call Saul. Dat zijn van die vrolijke films, hè? Nou, Sons of Anarchy is net zo vrolijk. En dan heb je dus Ray Ray. En daarom heet hij Ray Ray. Hij is net zo iemand als Ray Ray. Hij is echt Ray Ray. En dan stuurde ze zo'n mail aan iemand. En dan weten ze van, dat moeten we niet hebben. En dan krijgen we Ray Ray. Die wordt niet meer, die wordt aan, buiten beeld geplaatst. Dat is gebeurd. Ja, dat durf ik wel iets van €500 van mij tegen. €5.000 van jou in te zetten. Geen enkel probleem. Heb ik ook een keer €5.000.
Want hier is een vies spel gaande. Ik zou het dus gaan hebben over... Ik heb dus een mail drie mails gestuurd aan Ray Ray. En Ray Ray is al een paar weken niet meer op HK22 als ik dat dienst heb. Dus I'm beginning to worry. Ik ga het hebben over Bill Gates. Oké, zeg, nou, je hebt een half uur heb je geluisterd. Dan ben je mooi in de stemming gekomen. Ik ben niet zo iemand als Ad Verbrugge. Of Pier Capel. Of Rietske Reilsma. Of hoogleraar Ignatius de Huppeltje Pup. Of Wiebre van Haga. Helemaal niet. Of Thierry Baudet. Ja, flikker op me. Ik ben van de taal waarin gesteld wordt dat mensen als Wiebren van Haga en Thierry Baudet monsters zijn. Monstrums. Uitstulpsels. Ja, niet voor die mensen zelf. De Wiebre van Haga, ik heb zijn verklaring gehoord. Die hij afgelegd heeft voor wat is het, Café Weltschmerch. Met hoe het voor hem was bij de KMS of zo, of de KMA, de officiersopleiding of zo. En ik snap heel goed dat iemand als Wiebren van Haga, die heeft nooit van zijn leven ook maar iets fout gedaan. Dat is van het harde dat je... Maar taalkundig stelt die man niks voor. Wiebren van Haga. In de taal stelt hij niks voor. En Ad Verbrugge ook niet. That's it. Het maakt mij niet uit. Maar taalkundig stellen ze niks voor. Ik ben van die hoek. Ik ben van de hoek van Aristoteles. De leraar van de George Bush. Van die dagen. Of de... Zeg eens wat. Hillary Clinton of zo. Nou, wie is dat momenteel nou de... De militaire leider. Maar in die dagen van Griekenland had de militaire leider een leraar en die heette Aristoteles. Ik ben van die kant. Het heeft mij duizenden euro's en enorm veel tijd gekost die ik zelf moest betalen om te leren wat Aristoteles bedoelde qua taal. Ik ben van die kant. En na Aristoteles heb je nog de waarheden van Boeddha. Daar zitten waarheden in. En je hebt de waarheden van de Veda's.
En waarom zijn er waarheden van de Veda's? Nou, dat komt omdat Veda enkelvoud, dat is waarheid. Ik zat vandaag, net voordat ik geïnspireerd werd om deze uitzending te maken over Bill Gates, met de nadruk op Bill, en I don't want to fuck you in your lully a-hole. Het is die wijsheid uit India. En ik kijk nu naar de tekst. There is evolutionary memory. Dus mensen denken dat hun geheugen de optelsom is van alles wat ze weten. Waar ze zich niet bewust van zijn, is dat hun lichaam een geheugen heeft. En niet alleen zij. En als jij het geheugen van je lichaam ervaart, dan denk je, dat meen je niet. Are you talking to me? 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 Ja, jouw lichaam heeft geheugen. En dat wisten die mensen in India. Dus als twee bange mensen, angstige mensen, als die een kind veroorzaken, dan krijgen die twee mensen een angstig kind. En mijn dochter is geboren van een angstige moeder. En iemand die, ja, ik dus, ik ben sinds mijn 12e niet meer bang. Ik weet niet meer waar het over gaat. Ik ben wel bang hoor, ik kan wel haasten. Ik kan ook wel een keer gaan schreeuwen. Maar hé, stelletje, klootzakken. Shut us up. Dan moet de hele boel naar de kut. Ja, maar zo praten we niet tegen elkaar. Ja, als jullie dan een beetje je werk doet. Hoef ik niet zo te schreeuwen. Doe het dus één keer zachtjes, twee keer zachtjes, derde keer knal. Ik had toch een vriend besteld of wat? Nou, op een dag drink je geen bier meer, hè? Maar dan drink ik gruis. De growling hout. Ik heb het lekker over Bill Gates, hè? Wat een ontzettende sukkel dat is. En de vervelende uitwerking. En dat het op zich helemaal niet erg is. Ook dat nog. Ja, wij mensen weten nog helemaal niet hoe dat moet met het systeem. The system. Dat eraan komt. En het systeem, dat wordt een systeem waarbij iedereen die een Raspberry Pi of een vergelijkbare machine weet te veroveren. En die kosten tegenwoordig bulk inkopen tientje of zo. Dan moet je nog een kassie hebben, maar dan kan je ook van hout maken. Doe je houtbewerking, maak je hele mooie Raspberry Pi. Een hele handige, voor mij met een puzzel of zo. Dat alleen als je op een bepaald dingetje. En dan kan die open. En dan kan je zo de draden vervangen. En dan doe je zo de klep erop en kloink. En dan zit die dicht en geen kind die hem open krijgt. Helemaal veilig zit die Raspberry Pi.
in een ding ja, wat er leuk uitziet. Maar wat je maar wil. Je houtbewerking. Ja, het is maar wat je ervan maakt. En daar zit jouw stationnetje in. En ieder huis heeft zo'n station. Dat is een Raspberry Pi. Vergelijkbaar. 64 bit. Klaar. Nou, en heb jij een boodschap of zo? En dan doe je even zo piem, 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 piem. En dat ding gaat dan doorzenden. Maar als er dan een of ander ding, wat men die zendt, en die is er dan niet. Maar ze zitten samen in een netwerk. Nou, dan laat die machine die boodschap achter voor het netwerk. Ja, altijd handig. Nou, stel dat, ja, het maakt niet uit wat namelijk. Het maakt helemaal niet uit dat je heel veel data opslaat. Als iedere machine, als een gezin, één machine heeft, dat is al voldoende. Ja, je kan ook denken aan gezinnen met 2 of 3 of 4 of 5 of 6 machines. En waarom niet? Je kind gaat de deur uit en... Mama, mag ik nog buiten spelen? En moeder die staat in de keuken. Zo, een walmer, zo, er komt 12 man eten of zo. Zeg maar wat. Ja, nee, natuurlijk kind. Hè? En dan neem je wel even... je machine mee. Hè? Hoe is mijn wifi? Als iedereen de wifi opengooit. Iedereen heeft zijn wifi af... Ja, nee, dan ben ik mijn bandbreedte kwijt. Ach, sukkel man. Wat zit je helemaal te uploaden? Ga toch weg. En trouwens, je kan op iedere router... En dat zou een wet moeten worden. Hè? Iedere eigenaar van een router... staat 10% van zijn bandbreedte af. Je hebt gewoon... heb je 10%. Ja? A tithe heet dat. Een tiende. Dus je hebt een router in je woning met een lekker wifi dingetje. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar 10% is gratis. Dat is voor iedereen. Nou, als je dat per wet verplicht stelt. Want waar heb je er is geen voortplantende wifi of zo in de zin van netwerk. Je denkt toch niet dat ik loop te communiceren met mijn router via wifi? Ja, maf. Maar ik heb wel een wifi. Dat is altijd handig. Dat is altijd handig. Dat is je secundaire netwerk. En je primaire netwerk, dat is die ethernet. Die coaxiaalkabel. Dat is de hardware. Het begint met, ja, het begint met de hardware. En de meest eenvoudige hardware is een coaxiaalkabel. Antennekabel heette dat in het Nederlands vroeger. Coax is de afkorting. Dus single coil en een shield. Dus wat in stopcontact gaat, dat zijn 2 draden. En voor een netwerk heb je alleen maar nodig. Hè? De wat erheen gaat en een kooi van Faraday. Nou ja. En een wifi, als je die hebt. Ja, gooi hem gewoon open, man. Er kan ook een gewonde voor je deur liggen. 10% van je bandbreedte. Wat is het nou probleem? Iedereen zit alleen maar te kijken naar stomme filmpjes. Dan moet je 10% minder stomme filmpjes kijken. Ho, 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 wat erg. Door 90% stomme filmpjes kijken is op zich erg genoeg. Ja, dus dat wordt het systeem. De wifi's gaan allemaal open. Voor 10% van de bandbreedte. Nee, die is een beetje langzaam. Oeh, een beetje langzaam. Ja, je zit in de trapportiek.
Oh, is die wifi maar een beetje langzamer. Ja, je bent helemaal niet thuis. Als je thuis bent, heb je ethernetkabel. Ethernet. Die tweede laag die er bovenop zit. Het netwerk... Het netwerk is keurig ingedeeld in... Jawel, en daar komt hij weer. Zijn we er klaar voor, hè? 7 lagen. En de week heeft 7 dagen. Het rijmt ook nog een klein beetje. Met lagen en dagen. Het netwerk heeft 7 lagen. De week heeft 7 dagen. Pork, 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 pork. Soep eet je met de vork. Dat is trouwens ook zo, want kijk, ik eet dus soep niet persoonlijk. Ik dus niet. Ja, jij mag het anders over denken, hoor. Maar ik met mijn soepjes, hè, dan neem ik zo'n kommetje. En dan ga ik van die Chinese meuk, doe ik erin, heet water, eitje erbij, altijd geinig. Beetje sambal, multiculti, dus ja, ik ga ook een keer kiezen voor Mexicaanse sambal. Ja. Ik gebruik meestal Indonesische sambal, dat is een beetje racistisch van mij. Maar dit is omdat ik gemakzuchtig ben, want er zit hier een toko in de buurt en... Ja, maar dat doe je er dan ook in. We maken het uit. De hele meuk, dat kost bij elkaar 50 eurocent. En het hete water is iets van 10 eurocent. Nee, veel minder. Het hete water is denk ik 1 cent of zo. Dat bedenk ik nu, hè. Dit soort rekensommen zou je moeten geven aan kinderen op school, hè. En dat die meisjes dan denken van... Ja, ik wil helemaal niet uitrekenen. Ik wil gewoon weten... Mag ik buiten spelen? En al die meisjes buiten spelen. Lekker hoepelen. In een touwtje springen. En die meisjes, ik weet wel wat ze maar willen doen. Stoepkrijten of zo. Oh, wat hebben ze er weer mooi gedaan. En al die jongens die blijven in de klas... En die krijgen even energierekenles. Wat kost een voortplantende kilowattuur? Want de kilowattuur is voortplantend. Dat is een centraal begrip. Dat is zo dadelijk niet weg. Dat gaat blijven. Een kilowattuur. Dat is cultuur. Een cultuur die je gezond doet denken. Een kilowattuur is zoveel joule. Die Fransoos. Joule. En dat is regelrecht gerelateerd aan kilogram... per meter seconde kwadraat. Ja, zo weet je. Er zit aan Newton vast. Dat is ook zoiets. Isaac Newton wordt de hele tijd afgezeken. En niemand heeft het erover. Ja, dat maakt er ook niet uit, want Isaac Newton, hè, dat was echt zo lang geleden, moet je daarover hebben. Nee, maar waar ik het over wil hebben, is dat, laatst met Geert Wilders. Ja, je bent een stomme fokkerdioot. En dat kan noodzakelijk zijn, dat vind ik helemaal niet erg. Ik ben niet tegen oppervlakkigheid, dat is het laatste wat ik... voor ogen heb, want hoe oppervlakkiger de mensen in mijn omgeving zijn, des te veiliger ik ben. En ik hou niet van oppervlakkigheid, maar ik maak er wel gebruik van.
The outside of society is there where I want to be. Dan kan jij zeggen, ja, maar zij was Joods, die dichteres. En ja, en ze is eigenwijs trut. Ja, en ze heette Patsy Smith. En heb ik een, oh ja, ze is ook nog. Jezus is gestorven voor iemands zonde, maar niet voor die van mij. En dan denk ik, I got you, babe. Dus ik hou van Patti Smith. Want zij zong, Jesus died for somebody's sins. Dat is een beaming. But not mine. Je moet de grap beseffen. En de laatste berichten die ik heb gehoord van Patti Smith, dat die Joodse, hoe is het nou, een acteur, de Joodse acteur. Jezus, man. Echt zo'n typje van, oké, zijn we er allemaal klaar voor? Nou, dan gaan we nu beginnen. Die plaat van haar. En die heette Paarden. Horses. Dat is goud. Mind control is dat. De vraag is of je iemand, of je een vrouw, dat moet laten doen. Het laatste wat ik van haar hoorde was dat zij vertelde dat ze heel erg blij was. Dat ze nou bij een man was. En dat zou allemaal wel goed zijn. Allemaal op een boerderij of zo. En ze was bezig met blokfluit leren spelen. En dat maakte haar heel gelukkig. Jesus died for somebody's sins, but not mine. En dan sneller. Gloria. Gloria. Er is, mijn Heer zegt, oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Dat is dubbel nee. Hè? Mijn Heer, mijn leraar, mijn Osho. Je moet die dingen plaatsen in die context van die dagen. En tegenwoordig moet je niet meer spreken in negaties. Dit mag dus net, hè? Niet meer spreken in negaties. Maar ja, in principe zijn dat grapjes. Het zijn nono's. Mijn dochter heet Nina. En waarom dacht je dat dat betekent? Maar alles is heilig. En met Bill Gates dan, hè? Wat die man gedaan heeft, was uitermate lullig. Hij heeft, ja, dat heet snoeien. Maar je mag,
Natuurlijk mag je snoeien. Kijk, als iets uitgroeit, hè? Ik ben nou ook bezig met tuinbewaking, tuinconcierge. En dan moet je die groeiende planten in de gaten houden. En je hebt ook nog een zaag nodig. Wat is dat nou? Ga een beetje fout lopen doen, dan moet je snoeien. Als je niet durft te snoeien, dan is best geen goeie. Je moet snoeien. Wat je niet mag doen, is spruiten snoeien. Dat weet een ieder. Eerst even kijken wat er van komt. Je kan niet van tevoren zeggen, ik heb nou zo'n madame Jeanette. Die heeft de winter overleefd en de droogte. En die wordt vertroeteld momenteel. Met pak een beetje, gokje 60 watt aan elektra. En het wil maar niet zomeren. Maar ja, dan staat zo dicht mogelijk bij het raam. En 's morgens om 6 uur, dan gaat de elektra aan. Tot en met 21:50 s'avonds. Maar ik ga toch echt geen blaadje van die madame Jeanette. Oh, deze spruit bevalt me niet. Ik wil het de andere kant op. Knip! En dat heeft Bill Gates gedaan. En dat is onvergeeflijk. In mijn ogen. En ik ken geen vrees. Ik weet van woede en verdriet. Dat zijn voor mij twee rollen van één en hetzelfde. En ik hou mijn verdriet in bedwang en daarmee mijn woede. Christus zei, je moet je licht tonen. Dat kan je niet doen onder een korenmaat. Ik zeg je, je moet je licht tonen, even Christus bekritiseren. Je moet je licht niet onder een korenmaat doen. Daar heeft niemand de plezier aan. Maar je mag het dan ook niet gooien voor de zwijnen. Dus je moet je licht dus kennelijk... een soort van semi-korenmaat of zo. Dat je zo'n klepje hebt, zo'n button, van aan en uit. Van overschakelen en downschakelen. Dat je soort van, dan ben ik weer, ben ik weer weg. Ja. Een beetje overschakelen, moet je doen. Iedereen is hopeloos verloren. Niet door Bill Gates hoor. Nee, die maakt gebruik van onze hopeloze verlorenheid. En ik vind het een heel raar creatuur. Ik snap niet waar die man mee bezig is. Hij heeft in de jaren 80, dat was het probleem, want die gozer, die had de auteursrechtelijke dinges gekocht. Van een klasgenoot. Dat was heel slim. Die klasgenoot, die had, dat heeft te maken met, je hebt de databreedte. Dus hoeveel kan er in één keer op de bus qua data? En je hebt de adresbreedte. En de adresbreedte was denk ik toen 16 bits. Ja, dat is allemaal. Maar dat is best veel. Als je maar 8 bits aan data hebt, dan is er 16 bits aan adres. Adres is de referentie. Ja.
Dus je hebt een stuk, een pakketje met 0111008. En waar staat het? Nou, het staat op adres. En al die adressen waar al die datastukjes staan, al die dingen hebben een nummer. Dat heet het adres. En er was toen nog niet zoveel RAM. Hij had een slimmerik. Hij had een geintje verzonnen. Stomme. Ja, ik doe een stomme homo. Een homo is een erewoord. Ik ben een homo. Ik ben niet anders. Ik ben niet hetero. Ik ben gewoon een homo. Doe mij een neger. En een paar Arabische vrouwen die de thee komen brengen. En de ergens zet me maar neer in Somalië of zo. En een leuke muziekje op. Ik ben een homo. Ik ben helemaal geen hetero. Een homo. Ik ben nog heel erg gay. Ik vind als je wat hebt, dan heb je wat te geven. Ben je gay, man. Er komen allemaal mensen op je af. Van, hey, maar jij bent gay. Ja, je bent rijk, je poen. En dat is om weg te geven. Raymond van het Groenewoud is beroemd geworden met een tekst die Lulhannes helemaal zelf niet geschreven heeft. Ik was er zo verbaasd. Hè? Ik vond dat nummer Je veux l'amour erg goed, hè? Ik denk, dan moet ik er even die. En ik heb misschien nog wel een keer een plaat van hem gekocht. Maar de rest van de nummers is niet om aan te horen. Maar Je veux l'amour wel, hè? Ja, die tekst is niet door Raymond van het Groene Woud zelf geschreven. De Lulhannes. Maakt niet uit, hoor. Ik ben even op zoek naar hoeveel bier ik nog heb. Ja, ik heb morgen vrij, snap je. Hoe moet je nou een vrije dag doorkomen zonder het bier? Al die feministen, ze, die zeggen dan, ja, ik wil zo graag werken. Ik, ja, er zijn de mensen die zeggen, ik ben erop tegen. Ik zeg, waarom niet? Hè? Want die vrouwen lekker aan het werk. En ik doe helemaal niks. Ik ben dronken. Oh man. Ja, Bill Gates maakt zoveel emoties in mij los. Hè. En je moet niet denken dat Bill Gates schade heeft toegebracht aan de ontwikkeling van het systeem. Hij heeft, terwijl het systeem in ontwikkeling was, heeft hij daar. Ja, maar dan moet je dit, en ja, maar dan moet je dat, en ja, dan de reglementen en allemaal licentie. Dat is Bill Gates. En Bill Gates is voor de rest helemaal niks. Helemaal niks. Wat ik als onderzoeksjournalist te weten ben gekomen, dat is dat hij een vrouw heeft, Melinda. Maar die is dan van de familie Walker. Van Bush, weet je. Snap je? Dus Bill Gates is niets meer dan een George Bush. Of een, ja, zijn vader was George Herbert Walker Bush. En die vader was Prescott Bush. En Prescott Bush, die zat in de financieringsoperatie als een Ronald Bernard. Was hij betrokken bij de bouw van die concentratiekampen in Duitsland. Om vervolgens de Duitsers de schuld te geven
terwijl de boel betaald werd vanuit Amerika. Onder andere. En alles in opdracht van het Vaticaan. Nastrovja en Hugo fuck your own e-hole. En je kan zeggen, dat lukt me niet. En ik kan je zeggen, heb je het wel geprobeerd? Dat doen we een beetje normaal. Heel de gekrijzen van... ja, het oude normaal, dat kan niet meer. Komt een nieuwe normaal. Ja, precies. Dat mensen geleerd krijgen om een eigen reet te nemen. In mijn opdracht. Ja, dat zijn emoties. En Bill Gates heeft zoveel spruiten gekild. Dat was helemaal niet nodig. En al die spruiten, die moeten dan opnieuw gaan groeien. Oh ja, joh. Ja, misschien wel. Ja, ik ben een... In concepten, het gaat hier om. Het systeem. Dus terug naar de opdracht. Dus in iedere woning heb je een Raspberry Pi. Met een mooie, mag je zelf maken, Edgar, maakt niet uit hier. De stroomverbruik is helemaal 0,0 broekzak. Nou, je moet een router hebben. En die moet je gewoon kopen. En dan gooi je een bepaald poortnummer gooi je open. Maakt niet uit welk poortnummer. En dan moet je een beveiligingsmachine hebben. Dat is wel tof. Ja. Die moet ik nog laten ontwerpen. Dan ga ik het echt verdorie niet zelf doen. Sorry, jongen. Kijk, een kapitein, die kan niet ook helemaal naar beneden van het schip gaan. Oké, en waar staat de smeerolie ook alweer? Snap je? Dat heet taakverdeling. Maar je moet een machine hebben, dat die met HTTPS... Daar gaat het om. Wat je moet hebben in iedere woning is een domeinnaam en HTTPS. Hypertext Transfer Protocol Secure of SSL. Dat is in principe een wassen neus. Alleen maar... Waarom zou je het doen... En het geeft mensen een gevoel van veiligheid. En het maakt het je een, ja, het maakt een mogelijke aanvaller toch moeilijker om boodschappen te onderscheppen. Ja, hoe je het ook maar zegt. Het is goedkoop. Oké, het is goedkoop. Het is goedkope technologie. Het is een sleutel van plastic of zo. Dat kan veel beter, veel efficiënter worden. En ik weet hoe dat moet. Ja, ja. Nou, Bill Gates leeft nog, hè? Dat is van die interviews die ik graag zou willen hebben in een kelder. En dan met camera's en sensoren. En Bill Gates wordt geen haar gekrenkt. Want als je dat doet, dan heb je, net als met een hond of een kat of een rat, dan heb je van die vieze haren. Bill Gates moet gewogen worden dat hij binnenkomt. En dat we precies weten hoeveel hij drinkt en zo. Dat allemaal gewogen. En dat we zeker weten dat al die moleculen van Bill Gates weer omhoog gaan. En dan laten we Bill Gates vrij.
Met een fles water. En dan ergens in de Achterhoek. Of Friesland. Ja, het is maar wat hij wil. Nee, het is niet. Het is wat te betalen is. Hey, Bill Gates heeft vervelende dingen gedaan. Dat is gewoon pesten. En je kan zeggen, ja, want ik ben er inmiddels wel achter dat het concept database, dat is virtueel. Het gaat niet om de database. Of de data. Het gaat om de transacties. Kijk, in de database technologie, dan heb je een... Het gaat om de matrix. De matrix. Je hebt kolommen en je hebt rijen. Een row is een record. Een kaart. Dat is een kaart in een kaartenbak. Die kaarten in een kaartenbak die zijn geordend. Nu kan je op een kaartenbak kan je allerlei pinnetjes erop doen. Van, dit is een rode, dat is een blauwe. Ja. En zelfs is er nog een systeem gemaakt. Dat je, moet je die kaartjes allemaal zo maken. Met een, ja. En dan steek je daar een metalen pen doorheen. En dan trek je in één keer, woep, heel voorzichtig, al die kaartjes omhoog. En haal je die pen eruit. Dan zitten al die kaartjes die je moet hebben. Die staan allemaal keurig omhoog. Dat heet een index. Snap je? Ja, dat is het beeld. Dat is een index. Ja, en dan komt er het ding. Want ja, ik doe er een nieuwe kaart in. Ja, doe een nieuwe kaart erin. Dat moet kunnen. Ja, ja maar die kaart is fout. Mag die eruit? Ja, dat moet kunnen. Waarom niet? Het is wel zo dat jij hebt die kaart erin gestopt. En toen zei jij, haal hem eruit. En users die heel vaak kaarten erin stoppen en dan vervolgens zeggen, oh, mag die eruit? Die users die verdienen aandacht. En die moeten naar de vrouwen. Dat is mijn oordeel. En jij kan gelijk zeggen, oh vrouwen. Maar daarmee bedoel ik... Het is yin en yang. Oh ja, het is yin. Die moeten naar het yin. Om yang te worden. En je gaat naar het yang om yin te worden. Dus de waarlijke man is de eigenlijke vrouw. En de waarlijke vrouw is de eigenlijke man. Want in het begin was er alleen maar mens. Al de gezeik over feminisme. Er was alleen maar mens. En toen begon het... Het ridderschap, zullen we maar zeggen. Eerst had je alleen maar mensen. De mens keek naar kamelen. En die kamelen een beetje neuken. Er kwamen kleine kamelen uit. Dan gingen die mensen ook maar neuken. En dachten, ja, wij doen hetzelfde als die kamelen. Ja. En de tijgers en de leeuwen, een beetje neuken. Ja, dat zijn leeuwen. En wij zijn Adam. Gadverdammie. Zo dacht mens toen. Mens en Adam, het is precies hetzelfde. Het enige is, de mens, dat is deeds, mens. Het komt uit Sanskriet, Pali, Manas heet dat daar.
Ik kan het helemaal niet. Ik heb er geen behoefte om me daarin te verdiepen. Het is iets als manas. Het is een matras of zo. Ja, doe mij maar een maand in Delhi. En dan weet ik dat het een manas is. En man betekent daar denker. Je hebt denkvermogen en denker. Dus Matthäus 20. Matthäus hoofdstuk 20. Velen zijn geroepen. En weinigen uitverkoren. Ik zal een krans leggen op het graf. Van de moeder van mijn voortplantende adoptiekind. Not. Hij weet wat taal is. Dit gaat over Bill Gates, snap je? En Bill Gates is niets meer dan een zeikneus. Wat ze gedaan hebben. En dat heet... Hoe doe je dat nou? Ja. Als je het wil weten... Dan moet je gaan luisteren naar de getuigenis van Savali. Bij die Pool. Greg Anthony Szymanski. Dat is mind control. En dan worden mensen... gemangeld op jonge leeftijd. En ze gaan maar door. Een moment van stilte lijkt mij op zijn plaats. 2 minuten stilte. Voor de doden. Kan jij dat aan? Even kijken hoor. Is het nou op 17.09.47? Dit is bijna 17.10. Ja? Kom maar. Even wachten nog. Even wachten. Dan gaat hij beginnen. Ja. 17.10. Als je goed naar me luistert, dan houden wij 120 hartslagen, 2 minuten. Ons alleen bezig. Met de doden. Zoals Bill Gates. Het is 1 minuut voorbij nu. Ja, ik kan de klok horen tikken. En vreemd genoeg loopt hij bijna synchroon met mijn NNTP-klok. Network Time Protocol.
Je kan ook nog... Ja, voor de stilte. Ja. Het kan nog nauwkeuriger. Daar ben ik achtergekomen. Nee, maar dan gaan we lachen. Ja, 2 minuten voor mij. Nou, dat was het dan, Bibbel. Hebben wij 2 minuten stilgestaan bij de dood van Bill Gates. Ergens is hij lang geleden overleden. Ooit was hij een hele leuke vent. Echt een heel grappig monstertje. Niet per se vervelend. Maar ze hebben hem gemarteld. Ze hebben hem de piramides ingestuurd. Dat is behoorlijk vervelend. Akelig. Op ons werk hebben wij ook 2 Bill Gates. En die ene die komt uit Syrië. En die andere die komt uit Indonesië of zo. Ik moet dat filmpje even gaan opzoeken van Bill Gates. Hoe hij zijn personeel toeschreeuwt. Je hoeft je personeel niet toe te schreeuwen. Personeel dat je toe moet schreeuwen, dat moet je ontslaan. Ik weet nog dat ik een cursus... Ik had een systeem gebouwd. En iedereen moest het leren. En ik maakte me zorgen. De eerste gewoon trainingsochtend. Het was allemaal gecheckt. Check. Dat was allemaal pre-internet. Hè? Echt kabouterwerk. Maar het zou moeten kunnen werken. Met 16-bit Macintoshes. Handige maasjes. Ik weet natuurlijk wel, dan moest ik daar aanwezig zijn. Dat vond ik ook belangrijk, om echt te zijn. Dus als ik daar kon werken, dan ging ik daar werken. En dan wilde ik daar een werkplek. En dan ben ik er echt mee. Ik draai me uren. Ik moet erbij zijn als die software... Ja, dat wil er onmiddellijk bij zijn. Dat was mooi, man. Ik had toen een systeem. Dan kon ik real-time programmeren. Ga je je voorstellen? Er is een gebouw. We hadden de 4e verdieping of zo. Dat was onder de regime van Wim Laverman. Een goede gozer. Heel strak. Dat is een stoïcijn, zo weet je dat. Een stoïcijn. Een Petrus. En die Petrus, die had die hele tent. Die verdiende een poen, jongen. Zo. En ik voor hem programmeren. En dan hadden we zo'n team. Ja, we, zeg ik dan. Hè? Want als ik daar ben, is het we. Hè? We hadden een team van dames. En die deden de traffic. En dat was alleen maar heel simpel. Klanten willen advertenties. En dan materiaal moet aangeleverd worden. Allemaal to-do-lijsten. En dat je precies weet. Wat je. En dan was ik daar bezig.
daar programmeerde ik dus aan een nieuwe versie. En die deed heel voorzichtig en testen. En dan kwamen die dames naar me toe. En zei, ja, hebben ze zo, zo en dit en dat. En we hebben een ding. Deze klant, wat moeten we daarmee? Dan kan je moeilijk zeggen, ja, zet dat maar in de omschrijving. Ja, dat hoort niet. Er moet een categorie bij komen. Dat is een uitzondering. Ja, sommige dingen zijn groot, sommige uitzonderingen, daar moet je een dataconversie voor doen. En er zijn uitzonderingen, dan denk je van, ja, dat stelt helemaal geen donder voor. Ik doe gewoon... En dan, en dan moest ik even zeggen tegen die dames, van allemaal even van de computer afblijven. Van die Macintoshes, hè. Blijf even van je Macintoshes af, alsjeblieft. En dan, hop, en dan, ik zeg, nee, ja... Ja, zoiets, ja. En dat was super simpel, hè. Echt amazing. Dan kon je real life programmen. Nee, dat was het, ja. Ik kon het verdorie voor elkaar krijgen. Maar dan moest ik dus wel mijn programma in die groep zetten. Dus ik, oké, ik zet mijn programma in die groep. En dat ging gewoon gelijk. Hoppakee. Dan staat mijn programma staat live in die groep. En nou, die dame met mij. Van, ja, en dit vind ik niet goed. En dan ga ik gewoon. En dan verander ik het programma wat in die groep draait. Ja, zo is het goed. Hoppakee. En niemand merkt wat, hè? Dus geen pauzes. Het is alleen dat ik de boel overneem. Het is een kwestie van bijhouden. Ik had een collega. En die had een bit in een programma gemuteerd en dat programma uitgeleverd zonder het versienummer op te hogen. En dat leverde enorme problemen op. Dus ik heb die collega, die kloothommel, die sukhomo, heb ik erop aangesproken. En hij zei, ja... Maar deze wijziging, ja, sorry hoor, moet ik iedere keer... Die heb ik uitzending nodig, dat is veel te veel werk. En van dat soort luierikken maakte Bill Gates gretig gebruik. Want die heeft altijd een oplossing. Een soort controlesysteem. Kortom, ik zat real life te programmeren. Ik heb het uiteindelijk ook gedaan via internet. Dan belde zo'n schattenbouw, die belde mij. Ja, maar ja, sorry Perry, heb je even tijd? Ja, natuurlijk voor jou altijd, hè. Ja, je zit hier nou, hè. Ik zit daar en daar bij de duikersvereniging van Oostende. Zeg maar wat. Ja, maar, en het logo dus, ja, volgens mij is er iets fout. Kan je even kijken? En dan kijk ik en ik, au. Daddy did wrong. Ja, binnen 10 minuten bel ik haar terug en ik zeg, ja, sorry, ja, ik zie het. Ja, je mijn excuses, 1000 maal. En hoe ziet het er nu uit? En ze zei, nou is het wel goed. Ja, nou, dit is goed. Oh, dankjewel. Hoppakee, dat is programmeren. En dat wil de organisatie van Bill Gates, de organisatie die getormenteerde kinderen op ons afstuurt met een schreeuwerige bek. Niet. Die willen niet het systeem. Zij willen een zondvloed. Zullen we gaan zondvloeden? Ja, laten we allemaal gaan zondvloeden. Zondvloed! Nee. We gaan ze droogleggen. Dat wordt het systeem. Ja, dus iedere woning... heeft een overgebleven machine
En ja, dan moet je even wezen van de sleutel. En dan heb je hem zo open. En dan... En een mens, zijn identiteit, die staat in principe op een SD-kaart. Dit ben ik. Wie ben je dan? Dit ben ik. Een noodzakelijke data. Op je SD-kaart. Maar die ga je niet bij je dragen in je portemonnee. Nee, die zit in die machine. Zodat we altijd kunnen weten wat jij ooit hebt gezegd tegen wie dan ook. Formeel gesproken. Nou, er was een discussie in de 18e eeuw en de 19e eeuw. Maar toen kwam Nietzsche, dan ging het helemaal nergens meer over. Maar de categorieënleer. Er zijn categorieën. Van informatie. Punt. Het leven is geen spelletje. Graag willen we weten waar tranen vandaan komen. En? Ja, dit is een XXL'tje. Dit is echt een inkoppertje. Ik heb net les gehad. Sadhguru on body-based relationships. Keep it as simple as possible. Exclamation mark. Ja, halleluja. En gaat dat met jullie ook zo goed? En welke grap wilde ik nou vertellen? Want dat deed Sadhguru ook. Die had een goede grap, jongen. Oké, laat ik zijn grap vertellen. Een vrouw en een man vieren hun 50-jarig huwelijksfeest. En de volgende dag vraagt die vrouw scheiding aan. De advocaat vraagt, ja, maar op basis van wat? Dat was het feest en ik heb al die oude fotoboeken nog even gepakt en gecontroleerd. En dan kijk ik ook naar mijn kinderen en dan denk ik, ja, die zijn niet van hem. Ik heb het bewijsmateriaal. Het zijn allemaal buitenechtelijke kinderen. Maar ik wil scheiden van die man. Hij gaat vreemd. Dat kan u toch opvoeren? Ik heb hier het bewijsmateriaal. Geen één van die kinderen lijkt op hem. Maar hij gaat vreemd. Ja. En Bill Gates, die gaat heel vreemd. Ja. Bill Gates heeft CL1 de nek omgedraaid. En oh, wat had dat leuk kunnen worden. Dan hebben we echt een taakverdeling kunnen maken. In de informatieverwerking. Goede caching technologie. Klein, een kleintje hoor, gewoon een hulpje. Gewoon een hulpje. Maar CL1 was bedoeld als hulpje. Het stelt niks voor hoor. Het is alleen maar computer language number one. Wat staat waar?
En ongetwijfeld was het... Wat mij betreft, hè, het gaat alleen maar om de inserts, de deletes, de edits, de alterations. Want dat kan ook. Er zijn twee mensen, ja, hebben heel veel... Oh, heb jij dat ook al? Ja, maar dat wil ik ook. Dat hebben ze dezelfde record gemaakt. Je hebt een record ingevoerd. En dan denk je, ja, het moet eruit. Weet je? Nou, je hebt een record ingevoerd. En dan denk je, ja, dit er even bij, dat er even bij. Oké, het is een edit. Hè? Dus IDE. IDE. Nou, daar heb je nog een probleem. Twee mensen die hebben al was netjes IDE gedaan. En hebben ze allebei hetzelfde gedaan. En ja, hoe gaan we dat oplossen? Dat zijn de alterations. Dat is een aparte categorie. Ja, sorry. Deze twee waren hetzelfde. En hoe je dat gaat oplossen, ja, ik zou zeggen, overleg eerst voordat je samen wat je gaat invoeren. Niet zomaar zelf beginnen. Maar ja, het kan gebeuren. Dus achteraf kan het gebeuren dat mensen dus een project starten. En dan heb je project A en je hebt project B. En dan blijkt achteraf dat het dus eigenlijk hetzelfde project is. Een soort huwelijk tussen projecten. Dat is een, alteration. Een verandering. Deze noemen we voortaan zo. Het is heel ingewikkeld. Het is echt heel moeilijk. Maar het kan wel. Je moet er geen gewoonte van maken. Niet denken van, de alterations, dat moet kunnen, dus we maken er gebruik van. Ja, dat is verkeerde logica. Dus beter overleg je en vertrouw je niet op het systeem. Nog een keer. Beter overleg je en vertrouw je niet op het systeem. Want het systeem, dat ben jij. Al die angsthazerij met die films als The Matrix en The Terminator. Oh, wat zal onze jeugd gelukkig zijn dat ze hun kinderen... betere verhaaltjes kunnen voorlezen. Of laten zien, of whatever. Dan wij met de sprookjes van de gebroeders Grimm. Ja. Bill Gates gaat het over. En je moet snappen dat je de moet snappen. Je mag snappen. Dat is zonder meer. En je kan snappen. Dat in iedere woning heb je een Raspberry Pi. En dan maakt iemand een beetje houtbewerking. Een beetje locatie. En aan de muur. Ja. En dan zit je data in. En die bliept maar een beetje door. Gewoon een sensation. En dat maakt niet uit wie het opvangt. En, je publiceert... En andere stations die subscriben. En jij weet precies wie er gesubscribed zijn. En je kan de boel gaan terminaten. En dat is weer een mutatie. In de data. Want als jij een account terminate, dan overal wordt de termination van die account geregistreerd.
Je hebt drie soorten mutaties. Ja, meer niet. Dus als jij dan beslist van, nou, die op, die boepa, laat maar zitten. Dan krijgt hij geen data meer. Gaat hij op de blacklist. En voor de rest was je, ja, Bas Svensson. En je moet je een connectie weten te maken. En die werkt via een wachtwoord. Dat is erg belangrijk. En het ouderwetse wachtwoord, dat is een partij data. Het moderne wachtwoord is een partij programma. Een nieuw verzonnen taal. Oh, we spreken Swahili's 013. Nou, als je die niet hebt, dan moet je een nieuwe aanvragen. En als je een nieuwe partij metadata programma aanvraagt, dan kan je kiezen hoe wil je het hebben. Je kan ook een 30 seconden account krijgen van een server in IJsland en dan staat het daar voor je klaar. En dan kun je even, heb je het een keer binnen. Je kan het ook krijgen over de post. Of persoonlijk overhandigd. Want dat moet ook kunnen. Dat je een systeem hebt wat zo veilig is. Dat je er alleen maar in komt als je de USB-stick hebt. Of zo'n dingetje, zo'n sleutelhanger. Een fysiek object. Daar staat dat programma op. En die doet de N- en decryptie. En die zijn van twee verschillende aarden. Want waarom hetzelfde? Dus je hebt twee programma's erop. De N en de D. Joop van de Ende. De encryptie en de decryptie. Dat zijn twee programma's. En dat stelt geen reet voor. En dan is het versleuteld. Want het gaat niet om bij de in de gaten houden wat wij doen. Hè. Om onze woorden of plaatjes. Of zo. Want dan schieten ze de hele tijd fout. Hè. Dan staan ze weer ergens een deur binnen te beuken waar er niks aan de hand is. Ik heb ook de politie hier binnen gehad. En dan komt de politie zo van, oh ja. Oh, dus, en wat voor planten zijn het dan? Ik zeg nou, een Crassula ovata. Een lelygaas. En dolende jood. En nog, ja, ik heb nog meer, maar ja, wil je echt alles weten? Zie je dan nog zaadjes liggen? Snap je dat? Het alcoholisme op zichzelf. Hè? Dat is ook een holisme. En die gozers die stonden dus in pakken. In uniform. Hè? Voor mijn deuren. En die klootzakken die hadden dus onderaan overal aangebeld. Om voor mijn voordeur te komen. Met z'n tweeën. Ja, Joko, fuck my eel. Ik was echt stoffenbaas. Ik zat hier gewoon lekker. Ik had gewerkt. Ik zit hier een biertje te drinken. En lekker te blowen. En dan waren die gozers voor mijn deur. Ja, meneer. Er is hier een wietlucht geroken. Ja, dat lijkt me nogal wie dus, ja. En dat komt door die deur van mijn badkamer. Ja, als ik die maar dicht doe. En voor de rest, ja, ik ventileer continu. Ja, de ene neus is gevoeliger dan de andere neus. Maar goed, die deur van die badkamer, daar kwam die wietlucht vandaan. Die
teringwijf hierboven. Die martelt haar pitbull terrier. Ik heb het over Bill Gates. En als je het over Bill Gates hebt, dan maak je bij mij de emoties los. Maar die kuthoer hierboven, die martelt haar pitbull terrier. En lacht er een beetje bij. En denk, ja, ik snap heel goed waarom jij gekozen hebt voor het lesbiennenschap. Want geen man wil je. Dus dan claim je maar wat anders. Nou, die gaat eerder dood. Ik weet niet, ja, zij is jonger dan ik, hè, maar ik wil haar nog wel een keer spreken als zij 62 wordt. Hè. Man. Gaat over Bill Gates, ze maakt zoveel emoties los. Ik was een keer aan het werk. Ongeveer 12 jaar lang of zo. Door best lang aan het werk. Weer is helemaal voor niks. Voor de LETS. Let's. En dat is de local economy of zo. Local exchange and trading system. Of local economy trading system. Dat is een uitwisselingssysteem. Dat is zeer simpel. Je hebt wat en je wil er vanaf. Gratis op te halen. Zonder euro's. Een transactiesysteem buiten de euro's. En definieer maar wat. Ik weet hoe dat moet. Dat heet PX. Het is de basis. De eerste basis is de persoon. Ja, de allereerste basis is de database. Maar dat is de logfile. Dus alles wat je ooit hebt gezegd. Het wordt dan. Ja, dat is de database. Dus alle inserts. Alle inserts van. Dubbele punt. De inserts, de edits. En de deletes. Nee, de inserts, deletes. En de edits. Niet te moeilijk maken. En dan de alterations. We hebben samen hetzelfde ingevoerd. Deze is het hem. En dan gaan ze samen verder door. En dat moet een. Ja, dat is nog een heel goed doen. Die laatste weet ik nog niet hoor. Echt niet. Kan bijzonder ingewikkeld worden. Vooral als je dubbele alterations hebt. Dan moet je repetitive alterations. Oh, maar jullie waren er ook achter gekomen. Ik heb mensen. Oh, maar nu hebben we twee projecten. En die zijn er samen achter gekomen dat we hetzelfde project zijn. En kan het ook even doorgevoerd worden? Dat zijn de A's. Alterations. Sorry. We zullen het beloven niet vaker te doen. En ons systeem zal daarmee helpen. Dus we hebben een huisdingetje. En daarnaast kan je gewoon je Microsoft abonnementje en je phone. Dat maakt er maar geen ander uit. Maar je bent continu verbonden. En niet via de KPN. Ja, met de hardware of zo.
continu verbonden. Boep, 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 in een netwerk. En dan kan jij je kind de deur uitsturen. Als ze gaat, weet ik wel, pingpongen of zo. Bij een vriendinnetje. En je ziet dan precies wanneer ze daar binnengekomen is. Want die machine die reageert, die herkent dat netwerk. Ping! En dat wordt geregistreerd. Dat wordt geregistreerd in de computer die jouw kind bij zich heeft. En het wordt geregistreerd in jouw computer dat het... Jij zit te wachten op een boodschap. Dus je laat je kind de deur uitlopen. En dan krijg je gewoon een dat ik je zeg, je mag de deur uit, maar mama doet de wifi-warning aan. Hè? En als je niet binnen 23 minuten bij Suzanne bent, dan gaat mama de deur uitlopen. En daar heeft mama geen tijd voor, want mama staat te koken. Dus je moet wel binnen 23 minuten, moet je, hè? Of zoiets. En dat mama dan een signaal krijgt van ja, kindje is binnen. Poep. Nee, dat kan toch? Mannen kennen dat maken. Dat is geen enkel probleem. Ik weet alleen nog niet precies hoe. Maar ik weet wel dat het kan. En als we dat voor elkaar krijgen, dan geven we dat aan die Indochino's en die Japolino's. Een beetje, ja, met die Ruskies, ik zou het niet gelijk doen. Hè? Maar uiteindelijk moet je die Ruskies ook een beetje laten snuffelen. Romeinio's. Dat is gewoon het systeem. Iedereen thuis en Raspberry Pi. En een buffer. Dat is wat ik heb meegemaakt als buurtconciërge. Het gaat over Bill Gates. Hè? Het is precies de fout van Bill Gates. Ze hebben verzonnen om in Arnhem het afval te laten scheiden onder dwang. Met een pasje. En dat systeem dat de knerst en knarst in alle ja, dat is allemaal heel leuk. En nou, dus een pasje erbij. En dan kloink, hoor je een geluidssignaal. Poink, en gaat die open. En toen, op een vrijdag, toen gingen die dingen niet open. How stupid can you be? Kijk, dat is niet het systeem. Het systeem is niet dat iedere ondergrondse container de godganse tijd autorisatiesignalen ontvangt. Van mag ik wel open? En dat die ook die verbinding klopt. En we moeten wel in staat zijn om. Weet ik van wat. Als je geen pasje hebt of zo. Dat moet real life. Waarom is dit wel een. Godverdamme. En toen vielen er iets van 60, 70 containers vielen uit. Nee, dan ben je lekker bezig met je softwareontwikkeling. Maar het maakt die mensen niet uit. Ze gebruiken dat wat ze voor handen hebben om hun idioterie aan ons in onze oren te tetteren, namelijk dat wij te veel zijn. En we moeten stoppen met neuken. Ja, we mogen neuken, maar dan wel namaakneuken. En dan gedenk ik ook mijn
Heel eerlijk. Dat is Osho. En die zei van... Als je nou stopt... Hè, met het geoude hoer over neuken... en het gewoon gaat doen... Hè, dat je niet... Ja, met die... als je nou eens je bek houdt... en ga dan neuken... Hoeveel gelukkige echtparen ken jij? De meeste mensen gaan kapot aan een huwelijk. In die dagen van Osho. Een temporele artiest. Vergiftigd door de katholieken in actie. De CIA. De Robopie. Jij schuift alle schuld op Babylon, het Pentagon. En de Square Mile of Londen en het Vaticaan. En je zegt ook nog dat Zwitserland met opzet niet heeft geparticipeerd... in de Armageddon. Van de... ja, de wereldoorlog. Ja, de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Er was helemaal geen wereldoorlog. Het gaat over Bill Gates en die sukkel. En denk na over die machine. Voor zo'n kinderapparaat, hè? Daar ik dus... Ik denk simpel, hè? Je moet een rolwiel hebben. Een tractorwiel kan ook. Ik bedoel met meerdere... Een tank. Dat je drie wieltjes hebt. Of twee wieltjes hebt. Of één wiel. Maakt me niet uit. Je hebt één groot wiel. Of klamme kleine wielen. En dat dan... En dat kan je dan scrollen. Dat is heel handig als je een computer hebt dat je kan scrollen. Met je duim. En die moet aan de rechterkant zitten. Dan leren die linkshandigen tenminste rechts te scrollen. En rechts onderin zit een knop. En die is rood. En links onderin zit een knop en die is zwart. Nou, en dan kan je dat concept kan je uitvoeren in alle kleuren met die bloemetjes en bijtjes. Dus rood en zwart, dat is een voorwaarde. Dat bedoel ik serieus. Maar geel en zwart is ook rood en zwart. Dat is hetzelfde. Een knop met een kleur. En niet een symbool, maar een kleur. Dus je hebt een machientje in je handen en je kan met je duim kan je omhoog en omlaag scrollen. En dan kan je eronder, dan kan je voorwaarts en achterwaarts. Dat is het. Meer heb je niet nodig, hoor. En jij kan zeggen, ja, maar dan moet je ook een microfoon hebben. En dan moet je een camera hebben. En dan moet je ook direct kunnen... En dat is de negativiteit, hè. Weer eventjes wat pauze. Ik heb zoveel meegemaakt op mijn werk vandaag. Met van die Bill Gates'ers.
Je hebt een Bill Gates op je werk. En hoe ga je daarmee om? Je kan een Bill Gates vertellen. Ja. Eerst moet de Bill Gates een angstige droom krijgen. En Bill Gates wordt op een dag zwetend wakker. Ja. Dit was de getuigenis van de kwaaie kabouter. Ja, ik werd zwetend wakker. Ik weet wat hij gedroomd heeft. Hij droomde de droom van Nebuchadnezzar. Ja, dan word je zwetend wakker. En dan voel je je niet goed. En toch denk je, ja, ik ga werken. Maar je werkt niet. Dit gaat over Bill Gates. En kijk, Bill Gates is niets meer een getormenteerde kleuter. Een clown. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Bij wijze van spreken, als ik Melinda Gates was geweest. Nee, als ik Melinda Gates was geweest, had ik er niet die scheiding niet gedaan, denk ik. Maar ja, Melinda Gates is net zo blind als Hillary Clinton. Billary Clinton of zo. En altijd andere bedrogen. Het punt is, die machine, die kunnen wij maken. En ik, in mijn schetsboeken, daarin staat hoe het moet. Het is echt heel eenvoudig. Ja. All I need is plastic teeth and a bucket full of speed. Ja, maar Piri, ga jij in de speed? Nee. Maar heel toevallig hoorde ik wel laatst de stem met de klein Marco. Van die speed leader. Ja, de producent. Ja, het is opwekkend, zonder meer. Mijn punt is, ik heb dat niet nodig. En jouw punt is dat ook. Dope sucks. Dope sucks. Dope sucks. Dope sucks. It's running out of my nose. Ja, ja. We zijn maar aan het praten.
En we hebben die gozer gehad, hè? Die geezer. Ik heb Hebreeuws. Met Duolingo. Studeren. Ik heb coins gescoord. Hè? Bij Duolingo. En dan ga je competitive dingen. En dan zie je ook die pictogrammen van al die Hebreeuwse beestjes. Bitches. Die scoren hoger dan jij. En die komen uit Hongarije of zo. En dan denk je, oh, ik Hebreeuws. Ja, jongen. En ik weet inmiddels dat Bethlehem. Dat zeggen wij, hè? Bethlehem. Dat moet je niet zo zeggen. Sfaat. Bethlehem. Ja, als je je taal gaat verwarren, wat Bill Gates zijn opdracht was, om de totale chaos te stichten onder de mensen die het systeem wilde bouwen, meedenken. Al die mensen. Het enige wat Bill Gates heeft gedaan, dat is goedwillende programmeurs voor de. Hou er godverdomme mee op. Hou er mee op. Wie is er hier nou bezig met het nadenken? Ben ik de enige? Het enige wat Bill Gates heeft gedaan is programmeurs uitschelden. Punt. Over managers van programmeurs. En dan werden die managers van de programmeurs werden uitgescholden. En die kwamen helemaal dronken. Mind my word. Helemaal dronken. We gaan het wel even om de tafel zitten. Het volgende gaat gebeuren. En zo denderde het woord van Bill Gates vanuit zijn psychopathische mond door Microsoft heen. De broncode van Microsoft is één grote chaos. Ik heb het gezien. Want ze hebben de header files moeten publiceren. En ik heb de header files in C, dat is de taal. In C heb je de publicatie van je functie en de inhoud. Want hier staat dit. En dan doe je een aanroep. En dan krijg je het ook voor je bek. En die inhoud, dat interesseert helemaal niemand niets. Want dat onderhoud behoort aan degene die dacht zo verstandig te zijn dat hij dat wel even kon schrijven. Dus daar blijven wij vanaf. Dus dat hoeven wij ook niet te weten. Nee, hoeven we niet te weten. Alsjeblieft. Vertel ons niet van de inhoud van je functie. De bedoeling is dat die functie in de naam van de functie heel duidelijk maakt wat die functie doet. En de inhoud, Joeko, lik maar, eal. En dat was Duits. To be grundlich. Oder nicht. Oder nicht. To be grundlich. Het maakt me helemaal niet uit hoe jij je functie hebt ingevuld. Waar het mij om gaat, is dat de functie die jij geschreven hebt. En alsjeblieft geen commentaar. Alsjeblieft niet. Zo min mogelijke uitleg. Een of andere droom van deze functie doet dit en dat en zus en zo. En dan. Nee, wat jij doet. Jij doet precies dat hoor. Jij schrijft als eerste testcode.
Een functie is niets meer als dat er een lerp. Dat is een grappig woord. Een stream. Een serie, kan je ook zeggen. Een serie komt naar binnen. En dan komt er een andere serie naar buiten. Dat is anders. Daar kan je testcode voor schrijven. Altijd. Dus je moet je programma dermate schrijven, zodat er eerst testcode voor geschreven kan worden. In je ontwerp van je programma denk je als eerste na over de testcode. Je kan je als programmeur wel wild gaan in jouw genialiteit, met jouw brunette op de achtergrond die aan het appen is met haar vriendin in Nieuw-Zeeland. Dus dat zal heus wel goed gaan. Daar hebben wij niks aan. Als je programmeurt, ja, dat is een werkwoord. Als je programmeurt, to be a programmer or not to be a programmer, dan is de verhouding van het aantal karakters, van de wezenlijke code tot de totale code, dus 10 op 1. 1 op 10. 10% is wezenlijk. 90% is ter beveiliging. Gaan deze executies wel goed? Dat is de regel. En als er dingen misgaan, dan heeft de programmeur de hulpmiddelen om binnen 10 minuten, weet hij waar het probleem zit. En dan nog 10 minuten om en dan hebben we een half uur gehad. En dan weet de programmeur, oké, dit is het plan. Opgelost, bats. Allemaal je bek houden. Mark Rutte mag dat zeggen, dat mag de programmeur ook zeggen. Oké, dan doen we om 3 uur een update. Dat kan. Dat is geen probleem. Als het hardcore is, hè? Want dat kan. Dat het kan niet in de applicatieniveau, maar het zit in de machine. Dan moet er een update komen van de machine. Dat kan. Dat is een kwestie, dat is een afspraak. De programmeur heeft de klant, met de klant een afspraak. Want de code komt in de hardcore. Jij hebt een geweldig plan en daar geloven wij in. De pivoting bijvoorbeeld. En to pivot. To pivot or not to pivot. Ja, je gaat pivoten, hardcore pivoten. Maar dan zit er een fout in de pivoting. Ja, maar dat is hardcore. Ja, dan moet er een update komen. En daar moet je rekening mee houden. En Bill Gates heeft nooit iets anders verzonnen. Ja, nee, dan gaan we al die stationnetjes in. Die gaan we van afstand gaan we injecteren. Hè? Vaccineren. Injecteren en dan de code. Oh, dat wil ik. Bill Gates is een idioot. Bill Gates heeft ervoor gezorgd dat hier op vrijdag de Huppeltje Pup. Ik heb de verdorie datum. Dat al die afvalcontainers hier in Arnhem uitvielen. En wat moeten die meisjes dan?
En je kan juist zeggen, ja, die meisjes hebben wel een groter probleem dan het niet werken van de afvalcontainer, want ze zijn omringd met beta-mannetjes. Daar heb je ook gelijk. Ja, kijk, bij denkend aan Bill Gates, dan word je emotioneel. Hij heeft CL1 de nek omgedraaid. Dat is misschien niet zijn beste idee geweest. Ja. Het vestigt de aandacht. Want CL1 is de nek omgedraaid door Bill Gates. En CL1 was bijzonder. Ja. Grappig. Oh, wat leuk. Want die stomme taal, SQL, braak, mijn braak, in jouw mond. SQL kan echt helemaal niet. Dan zie je al, man, dat kan wel. Want dan kan je functies schrijven. En die functies, die staan op de... bovenop de data, niet zeuren, gewoon SSD, maakt niet uit, pompen. Het is pompen of zuipen. Het is deze functie en dat is de functie. En wat is het nu tegenwoordig? Nee, select, star from, huppeltje pup. Nee, Bill Gates heeft CL1 om de nek omgedraaid. Misschien is het verstandig om, ja, om je erin te verdiepen, wat je ermee kan doen. Nou, ik ben van voornemens om mij slechts te richten op de log. Iemand doet iets, iemand doet iets, iemand doet iets, iemand doet iets. Iemand doet iets. Iemand doet iets. Ja? En dat je als het ware de temperatuur ziet van de kwaliteit van de data. En als het rood wordt, dan moet er worden ingegrepen. Fysieke. Iemand doet iets. Iemand doet iets. Iemand doet iets. Iemand doet iets. Ja, en dan binnen je eigen organisatie. Het enige wat je doet is je logt. En wat heb jij gelogd? Daar gaat het om. Had ik ook zo'n discussie over vanmorgen. Ik wil die lognummers. Van alle veiligheidsmeldingen. Ik vind niet dat wij blind moeten vertrouwen. Ik wil die lognummers. En die gaan in het archief. Indiaanse leraar waar ik naar luisterde, die vertelde van, en dat weet ik, weet dat. Jij hebt je zielige geheugen en jouw lichaam is jouw vleesige geheugen. Dat gebruik onder Arabische mensen uit het zuiden, om die vrouwen besluierd over straat te laten gaan. Dat was een wanhoopsmaatregel.
op hun manier. Wij hier in het Westen, wij hebben de dwaze vaders. En die gaan in Batman. Batman, Batman. Ik ga ze op een brug staan. Ah, ik ben mijn kinderen gekwijt. Ja, we hebben allemaal zo onze eigen manier om eerst was alles leuk. En toen kwamen zij. Ja, het is een harde leerschappij. Leerschappij. Om te beseffen hoe het zit. Maar dat maakt niet uit, jongen. Iedereen kan naar zijn reet lekken. Ja, ik niet hoor, maar dat wil niet zeggen dat jij er niet kan. Ja, ik kan niet eens aan. En ik hou ook niet eens van papen. Ik ga het over Bill Gates, snap je? En dan krijg je, word je emotioneel. Maar ik hou helemaal niet van papen. Echt niet. Er zijn heel veel dingen die vrouwen niet kennen, maar. Mam, in mijn geval, er zijn van die vrouwen die zeggen, zal ik je pijpen? Zullen we het even andersom doen of zo? Of, vrouwen kennen helemaal niet pijpen, man. En vrouwen kennen ook helemaal niet neuken. Puur niet. Maar ze kennen ook heel veel andere dingen niet. Ze kennen niet afwassen. Hou ze ook niet van. Koken, zijn ze traag in. Schoonmaken, ordening. Vrouwen houden meer van. Laat mij ons allen maar zijn. Laat mij. Laat mij. Ons allen zal zijn. Ja, ons allen zal. Ja, ons allen zal. Ja, dat zijn die vrouwen. Die snappen helemaal niet dat de zoveelste Adolf Hitler versie 17.3 verbeterd sinds Auschwitz. Die staat al klaar met de kanonnen. En die vrouw is over. Ja, maar wat zullen we dan doen met die geesteszieke mensen? Nou, mijn dochter, die gaat komende vrijdag op HK22, op Des Koningsjacht, vreet kook. Werkes voer. En dochter, zijn nasi goreng met kip. En dat moet de kwaliteit hebben dat varkens dat kunnen eten. Omdat je eindelijk goede varkensstront hebt. Dus onze opdracht is om die mensen daar op HK22 goed te laten schijten. Schijten ze goed. Ja. Mijn lieve dochter, die gaat into the heart of darkness. En dat wist ik al. And now it is going to be, boy. Erik op mijn werk, die vertelde mij dat hij tot leven kwam toen hij winkeltje speelde met zijn kind. Ja, zo is dat voor ieder mens.
Je komt tot leven door je kind. Mijn dochter heeft nog heel wat te huilen. Iets van een liter of zo. Oké, 200 milliliter. 200 milliliter. Oké. Ja, iets minder dan een half wijnglas. Want als ik aan dat soort dingen denk, dan moet ik zelf huilen. Ja, ik heb zoveel gehaald van mijn dochter. En als zij nou een beetje me meehoudt, dan komt het allemaal goed, ja. En dan gaat een pap, die gaat wel lekker. Ja, ik ben lekker bezig. Ik weet het, het is IDEA. Dus je hebt de inserts, de deletes. Want je kan een record invoeren en dan kan je denken van, oh, dat is niet te verbeteren. Dit is punt 1. The total stupid dictity. Oh, sorry. Goed, doe die maar weg. En dat kan, dat hoeft niet jouw schuld te zijn. Dat is een delete. Want als jij een message wil doen, en dan heb je dat natuurlijk voorbereid in je eigen lokale omgeving. En dan komt hij, dan heb je in je eigen, altijd met je eigen machine, of je familiemachine, dan doe je die message, doe je erin. En oh ja, laat me zitten. De te veel fouten, laat me zitten. Delete. I did not say that. It was just a mistake. Just something I uttered. Dat is dan je statement. Dat wordt genoteerd. Hè? Dat staat op jouw kamer. Oh ja, jij bent zo iemand en doe even zo hoppakee erin en dan delete. You're gonna pay, man. Voor het gebruik van het systeem. Want dat is helemaal niet nodig. Jij kan in een lokale tekst editor, kan jij prima typen wat je wil zeggen. Misschien bel je nog iemand en zeggen, nou, ik ga de volgende boodschap, wat vind je ervan? Ik lees hem even voor. Voordat je fire doet. Dacht ik. Maakt niet uit wat het is. Je mag niet zomaar iets deleten. Kijk nog eens een keer naar die katholieke film. Met die Tom Cruise of zo. Dat soort lui. Het gaat over pre-crime. Met de holy spirits die met z'n drieën in een zwembad drijven. Verschrikkelijk film. En iemand had gelogen, want die had de database gemuteerd. En ze kwamen erachter dat er een mutatie was geweest in de database. Maar er is geen database. Er is de optelsom tussen de idee, de inserts en deletes, de edits en de alterations. Dat is anders. En daarbovenop heb je de searchers. Wat willen mensen weten? Van de idea. IDEA. Searchers.
Wat willen ze weten? Als je dat weet, dan weet je ook weer wat. En voor de rest is er niks. In de taal. Oh, hier zoekt men op dat. Oh, in Indonesië zitten ze allemaal te zoeken op curry. Dat is alles. Dan kun jij zeggen, ja, maar je moet met Google en zo, met die free search. Dat is leuk, dat is hartstikke leuk. Dat is een graaf, is dat. Dat is een special technology. Maar daar gaat het niet om. Wij zijn het volledige dossier van Manuel Schatwald kwijt. En waar is dat gebleven? Iemand als Wieperen van Haga, die brandt zich hier niet aan. Ik zou het ook niet doen. Het wordt een totale omvorming van hoe wij omgaan met informatie. Net als stemmen. Als we nou afspreken dat iedereen mag stemmen, als die genoeg geld heeft om een dubbeltje te stemmen. Je moet 10 cent hebben. En dan mag je stemmen. Dat wordt afgesproken met de bankiers. Ja, de bankiers die hebben onze burgerservice-nummer allemaal. Iedereen heeft zijn eigen bankrekening. Je mag er 2 bankrekeningen nemen of 3, het maakt niet uit. Maar je hebt 1 een mens die gekoppeld is aan een bankrekening. Nou, als een mens een dubbeltje heeft, dat die mag stemmen. Ja, toch? Dan weten we ook het beeld van de jeugd. Het maakt niet uit. Als je een dubbeltje hebt en je wil stemmen, stem maar. Dat er ook de mogelijkheid is dat het dubbeltje, dat is het minimale stembedrag. Maar je mag ook een 10, 20, 30, wat je maar doet. En die poen, die gaat naar die politieke organisatie. En iedere idioot die wil stemmen op de, ja, dat moet het maar lekker doen, dan krijg je een karavaan of zo. Dan kunnen wij zien hoe mensen stemmen. De partij die de meeste poen krijgt. Krijgen we een groot feest. En dit is een millimeter van ons verwijderd. Nou, mijn probleem is hooguit. Dat ik vroeger, dan kon ik tot en met 4 uur 's nachts. Ik kon nog alcohol kopen. Tot 12 uur 's nachts kon ik wiet kopen. En morgen ben ik gedoemd om ofwel in mijn nest te blijven liggen. Of dat ik even weer ga nadenken en wat plantenpotjes ga vullen.
In de hoop dat het blijft groeien. Ja, we zullen wel zien. Ja, ik en Bill Gates hebben niks met elkaar te maken. Helemaal niks. Bill Gates is een blafkont. Het is een getormenteerde kleuter. Ik niet. Ik heb voor mijn kloten gehad. Op een, ja, een, zoals Friedrich Nietzsche zei. Je moet registreren het kwaad dat jou niet vernietigd heeft. Al die waarde van het kwaad. Dat heeft mij niet kapot gekregen, dat heeft mij niet kapot gekregen, dat ook niet. Dat deed me ook helemaal niks en dat ook niet. Ja. Dat. Je hebt ook het fenomeen papkind. Ja, eat this, motherfucker. Ik heb het over Bill Gates. En dan word je emotioneel. En ik wil hem niet... Ik zou dus Bill Gates persoonlijk, hè? Als je mij nou een plezier wil doen, hè? Stel. Dat wil je niet, dat snap ik wel. Want ik heb altijd van die stomme ideeën. Maar als je mij nou een plezier wil doen, iets van 500 miljoen in het welzijnsfonds. En dat al die slachtoffers van de katholieke kerk, die krijgen dan... En die mogen ook langskomen. En die krijgen dan hotelverblijf en jacuzzi. Dat ze helemaal ontspannen zijn. Al lekker tot rust. Maar die anderen die denken van... Ja, ik ben slachtoffer van de katholieke kerk. En ik heb helemaal gezin in een jacuzzi. En die blijven dan lekker thuis. Maar die krijgen dan popcorn. En toen wordt er aangeklopt. Van tevoren misschien. Dat ze dan kunnen zeggen... Ja, maar niet bellen, niet bellen, niet bellen. En die krijgen dan live connection. En dan komt Bill Gates. En dan gaan we eerst kennis maken met punishment en discipline. Mijn Joodse held. Qua SM en wat erbij hoort. Gewoon je bek houden. En dat we dan ook... dat wij dan betalen voor die skitlist... Van wat wel en wat mogelijk wel, wat heel graag wel en ja. En wat waarschijnlijk niet en misschien een beetje en absoluut niet en dan ga ik dood of zo. Een soort van. Zoals Arthur Schopenhauer zei: het leven is een slinger tussen. Was ook weer verveling en. Nieuwsgierigheid. Ja. Hoe zou Bill Gates erop reageren? Ik wil graag zo'n smoel zien. Maar dan onder regie van PD. Van Punishment and Discipline. Die Jood. Van insax.com. En dat hij dan de ik zou zeggen insax.m. Ja... Dat die vrouwen dan ook wel, ja, wat moeten die vrouwen naar mij? Dat die vrouwen dan geneukt worden door, ja, lekkere negers. Over
Ja, overwichtige vrouwen, die dikke Hollandse vrouwen. Ja, ik noem het een Hollands, maar in Amerika, waar P. D. van Insects.com, waar hij dan heerst. Die vrouwen, die laten zich lekker neuken door negers. En die krijgen ook nog te eten. En dan mogen ze kijken wat er met Bill Gates gebeurt. Om het meer tot een orgie te maken. Van kijk, het kan best lekker zijn. Om te kijken hoe Bill Gates wordt gepakt door Insects M. En weer geurkje erbij. Auw, hoe lekker een beetje hashish. Lekker. Want ja, Bill Gates op zich is... Ik denk dat... Ja, mijn lichaam is ook niet meer zo... Arnold Schwarzenegger. Zwarte. Mijn lichaam is ook niet meer zo zwarte. Je mag geen neger zeggen. Verboden. Een neger verboden. Het is heel gek, hè? Ik hou van werk. En Bill Gates houdt van domineren. Tenminste. Bill Gates is op zoek naar het domineren. Maar dat is vrouwelijk. Snap je? Want wie wil er domineren? Ja, ik niet hoor. Ik wil graag in leven blijven. En ik wil als ik doodga, dat is mijn wens, dat ik dan afgedroogd word. En dat ik dan overleg heb. En dat ik zo snel mogelijk terug wil. Want ik begrijp het spel. Ik heb te veel leed aanschouwd. Ja, deze wereld kan God, hè, dat begrip God, hè, niet in de steek laten. Dus ik wil terug. Per onmiddellijk. Ik neem geen genoegen met de dood. Absoluut niet. Dat zou een minachting zijn. Voor mijn God. Die van mij, hè? In mijn idee. Er zijn inserts, deletes, edits, alterations en searches. En meer niet. En in die volgorde. A, U, B. Dus geen inserts, edits en dan een delete. Ja, dat kan wel, maar dat is een andere delete. Je hebt de primary delete van... Heb je verder geen last van. Je kan geskipt worden. Ja, als je een insert... Je moet je logfile gaan opruimen. Dat moet gebeuren. Het opruimen van de schuur. En je komt een insert tegen. Gevolgd door een delete. Nou, die kan je opruimen. Die kan weg. Dat is rotzooi. Dat is idioterie. En je kan afspreken of je dat usergedrag, of dat machinegedrag, of het persoonsgedrag, of je dat accepteert of niet. Dat je daar een protest bij gaat maken. Dat is toch zo leuk, van dat je kind gaat naar een verjaardagsfeestje. En het is niet zeker of ze daar kan blijven slapen. En dat jouw kind dan de deur uitgaat met een machientje. Gewoon een lekker ding, waterdicht of zo. Met die drie beroemde knoppen.
Zo'n rolbutton, een scrollbar, gewoon met een wieltje. Of je verzin maar wat je wil, hoor. Maar je moet het de één dimensie, ja. Je kan ook een draaiknop nemen. Het is hetzelfde. Dat je een knopje van, ja, van je draait naar rechts, je draait naar links. Ja, en dan forward, backward. Daarmee kan je je kind op straat meesturen. Met het juiste menu. En het menu, dat komt vanuit de familiemachine. En daarmee gaat je kind naar buiten. En die kan gelijk zo. En dan, voor mij wat digitaal. Ja? Kan ik blijven slapen? Bijvoorbeeld. Ja, en dan. Ja, en dan gaat mama even bellen. Oh ja, is goed hoor. Daar gaat het om. Dat is het systeem. Dat is een architectuur. En Bill Gates, die probeert dat wanhopig tegen te houden. En hij heeft zijn missie opgegeven. En gescheiden van Melinda Gates. Ik moet de tijd in de gaten houden. Want Bill Gates heeft, Bill Gates en zijn vrienden, waaronder Melinda Gates, dat is ook een vriend van Bill Gates. Bill Gates en zijn vrienden hebben gezegd dat als er hier in Arnhem alcohol wordt verkocht na 8 uur 's avonds, dat we dan doodgaan. Ik vraag me af, hè? Helpt die maatregel? Volgens mij gaan we nog steeds dood. Ook al. Ja, het punt is, de levensverwachting neemt alleen maar toe. En mensen klagen over corona. Maar de levensverwachting neemt alleen maar toe. En iedereen klaagt over corona. En smeekt om een mondkapje. En iedereen wil in zijn reet genaaid worden. En ik wil Bill Gates niet in zijn reet naaien. Want ik vind het. Ik wil hem dus wel bij. Ja, ik vind dus wel dat we Bill Gates in zijn reet moeten naaien. Maar dat gaat dan gebeuren door PD. Op een podium. En dan ook dat er Surinaamse vrouwen. En die willen dat niet zien. Die willen het niet zien. Maar dan kan je dan een nasi krijgen. En komkommer in de zuur. En je kent het wel. En dan moet je. En ik wil niet racistisch zijn, maar die Surinaamse vrouwen, die kennen wel koken. En ik wil ook die Indonesische vrouwen niet willen. Dan mogen ook Hindoestaanse vrouwen, maar in de gangen, dat je dan even naar buiten kan komen, want dat duurt zo lang. Want als PD een keertje bezig gaat, jongen. Nee, man. Al die camera's moeten erbij en al die ijzerinstallaties. Nee, man. Is dat een mooie nummer van de Wilburys of zo? It takes time. En dan wordt Bill Gates heel langzaam gepiedied. Door vrolijke mannen. Met een hele stijve pik.
Maar de Bill Gates wordt echt helemaal... ik zou voorstellen van Bill Gates dat dan... Maar dan moet je denk ik wel vragen. Dat kost denk ik extra geld. Maar dan denk ik, als we naar PD hè, van insects.com... Hè, als we dan die dan extra gaan betalen, dat die gaat werken met hout. Ja. Dat hij de neus van Pinocchio in zijn bibs krijgt. En wat hij daarvan vindt. Maar zal PD zeggen, oh ja, ik werk altijd met staal en rubber. En dan moet ik overschakelen. Nou, dan ga je betalen. Ja, jullie dus allemaal, hè. Om Bill Gates op het podium. En dan de hele zaal vol met al die mensen. En die zitten met patat te eten. Je loopt even naar buiten. Dan staan die vrouwen een beetje een raampje open. Zo. En het ruikt allemaal lekker. En dan stinkende pannen. Maar eten, eten, eten. Ja. En dan weer naar binnen lopen. En hoe gaat het met Bill Gates? En hoe ver is hij nou? Heeft hij al een dildo in zijn bek? En hoe pak je zo'n magere oude kerel eigenlijk? Bij Bill Gates zou ik zeggen, van, je moet hem helemaal plat leggen. En hij heeft zo'n periwinkel, heeft hij. Hè? Hij heeft een periwinkel. Ik heet periwinkel, maar hij heeft een periwinkel. Dus het lijkt gewoon die periwinkel. En dan hebben we van die harige ballen. En dan moet je even... Ja, net als een varken, hè? Een beetje kaal scheren of zo. En dan gebeurt er verder helemaal niks, hoor. Hij kan toch niet bewegen op dat terrein. Hij is geen Elvis Presley's meer. En zijn kop gewoon, ja. En dan misschien is zijn kop een... ja, ik zou wel gelijk dat hij niet... als hij... Want je moet wel rekening houden. We moeten Bill Gates... die moet veilig weer naar buiten. We moeten hem onbeschadigd naar buiten laten. Dus hooguit dat hij een beetje geschoren is. Dat is alles. Een beetje elektroshocked of zo. Maar meer niet. Ik denk ook nog wel dat het wel lekker is om... Als Bill Gates dan droog valt, hè? Dat je hem op zijn rug draait. En dan moet je ook, dan moet je van tevoren over nadenken. Dat is rationaliteit, hè? Dat Bill Gates op zijn rug draait, hè? En dat er dan zo'n vrouw, en er is er hele anussysteem. Dus die vrouw heeft van tevoren goed gegeten. Punt einde. En dan. Dat ze tegen die stront aan zit. Ja. Oh, hij komt er al uit. Voel je hem al branden? Oké. Okay. En dan gaan we er tegenin. En dat die vrouw, die krijgt zo'n ding. Pop. En dan gaan we pompen, pompen, pompen. En dan iets van... Wat zullen we doen? Ik denk er gelijk aan. Ja, grapefruitsap. Ook voor de acteur. De acteur. Ja, we moeten opzoeken waar Bill Gates op valt. En als hij valt op kleine meisjes. En jij bent 36. Dat lossen we ook op. Dan maken we van jou een klein meisje. We hebben money genoeg. Ik praat over 500 miljoen. Een schadevergoeding en een feestje. Weet je? Eerst een feestje en dan hoppa. En iedereen gaat naar huis met een biljettouw. Ja. En onderwijl krijg je gratis vreetouw. Maar dan wel ligt Bill Gates op zijn rug. Wat gaat er nou gebeuren? En dan gaan we Bill Gates gaan we... Hoe je met die gans doet. Hè? Dan krijgt hij een... Ja, maar we moeten Bill Gates onbeschadigd achterlaten.
En hoe gaan we dat doen? Ik denk dat dat kost heel veel tijd. En dan wordt Bill Gates krijgt echt dorst. En dan wordt dan krijgt hij ook even in die oortjes. En die luidt zo: heb je dorst, knik dan ja. Heb je dorst, knik dan ja. Heb je dorst, knik dan ja. En dan wachten wij tot Bill Gates ja knikt. En dan gaat hij. En dan komt die Big Mama met de hele darmen vol met grapefruitsap. En dan een beetje zo. En dat die oortjes in Bill Gates, dat die zeggen: wil je nog meer? Wil je nog meer? Wil je nog meer? Klik dan ja. Wil je nog meer? En dan houdt hij waarschijnlijk een tijdje erbij. Dan denkt hij van, die vind ik echt niet te sapen. Of juist wel, dan krijgt hij nog meer. Het maakt niet uit. Kijk, Bill Gates gaat het overleven. Punt. Het punt is, ik ga het ook overleven. En jij ook. Bill Gates als een kleuter. En jij als een volwassene. Het is jouw keuze. Mijn dochter die gaat vrijdag aan de grill. Dat is een belofte. Ik moet al mijn krachten inzetten. Om haar weg te krijgen van haar Balrog, haar moeder. Mijn relatietherapeut van die dagen, die zei tegen mij: je moet haar geruststellen. Oké. En toen besloot ik om een gesprek te hebben met mijn relatietherapeut. In mijn eentje. €90 per uur. Ik heb overlegd met mijn partner, Wijnanda. En zij vond het goed. Ik had met die man twee dingen te bespreken. Het eerste was dat men in mijn omgeving mij betitelt als autist. Wat is dat? Waarop hij zei: ik kan me dat voorstellen. En het is niet zo. Ik ben strak. Mijn broek hangt niet zwak. Ik ben geen autist. Autisme is een geestesziekte. Ah. Ja, zei hij, jij hebt dat niet. Want als ik jou voer, als ik jou bara, dan schiet je gelijk over. En omdat jij gelijk overschiet, denken mensen dat jij een autist bent. Maar jij schiet niet gelijk over, jij reageert op wat ik
je voer, het bara. Je bent hongerig. En daardoor snel. Maar geen al, je bent niet geestesziek. Hij moest erom lachen. Ik zei, oké, dan is dat opgelost. Een half uur, hè? Ik zei, nou heb ik nog iets. Dat verhaal van 11 september 2001. Dat verhaal creëert veel problemen tussen mij en Wernanda. En dat was zo. Want als je met een vrouw gaat praten over die aanslagen van 11 september en het aantal slachtoffers dat daarbij is gevallen, zogenaamd. Het waren maar 3000 slachtoffers? Nee joh, er waren veel meer slachtoffers. 3000, dat was het begin. Ik heb het over Bill Gates en ik moet de tijd in de gaten houden. Niet te veel suipen, dat kan ook niet, want mijn bier is zo goed als op en even een Albert Heijn. En wiet van de Jood. Dat moet mij kunnen lukken. En waar had ik het over? Oh ja, Bill Gates. De getormenteerde kleuter. Ik ben beledigd. Ja. Mijn vader heeft mij... George Laurens Alexander. Helemaal niks. Ja, dat is een leraar. Dat was mijn Osho. Dat is alles. Mijn vader die... Ja. Dat is een lastig verhaal. Die is vermoord. Dat is niet leuk. Hè? Voor een mens. Een mens zoals ik. Ik weet niet hoe jij bent, maar... Ik vind het niet leuk als je vader wordt vermoord. Ik vind het ook niet leuk als je zoon wordt vermoord. Ik hou niet van moord. Ja, nee, maar waar de omstandigheden? Ja, in die omstandigheden gaan mensen dood. Ja, op HK22... heb ik een schaaf gevonden. En die zet je met je linkerhand op de snijplank. En die komen uit de wasmachine, de vaatwasmachine. En dan die komkommers. Dat heeft zin aan. Maar mensen afmaken... Op die manier. Is onzinnig. Ik ga mij klaarmaken. Voor het doen. Der boodschappen. Boodschappen doen. Ja, een beetje vreet halen.
en drink halen. Morgen gaan we ter hemelvaart. Ja, jij aan mijn neus nooit niet. Er gebeurt morgen helemaal niks. Morgen heeft ze ikkie. Meneer Perry, die helemaal geen Perry heet. Want ik weet dat. Perry, toen ik jong was, had je Perry van de Kar. En dan posters. De slogan was: wat God niet geeft, geeft Perry. Geniet. Nee, niet die posters. Er waren posters voor push-up bras. Oh, vrouwen met slappe tieten, die kennen we Perry. Een beetje dingen kopen en zo. Dan ziet het nog leuk uit. En dan lig je met je kerel in bed. En dan kijk je naar die zullige tieten. En denk je, wauw, heb ik dat getrouwd? Nee, dat is leuk. Oh, je wil graag een vrouw zijn met tieten die niet bestaan. Ja, ja. Daar heb je Perry voor nodig. Wat God niet geeft, geeft Perry. Je koopt bij Perry, koop je even een BH. En dan zie je de tieten er wel leuk uit. Nou, ik ben helemaal geen Perry. En ook de Perry van de Kar, dat werd Perry Sport. Nou, als je één ding in je anus wil hebben, dan vraag ik jou mijn vingers te tellen. Perry Sport. Ik heet helemaal geen Perry. Ik ben helemaal geen Petra's. Ik ben helemaal geen Pier. Flikker. Ja, maar Perry, wie ben je dan? Ja, vraag me ook af. Lukt het mij om nog voldoende drank te krijgen van de Alpen te Gein? En dan bij de Jood naar binnen te komen. En gewoon even €50. En laat me dat wat doen, ja. Ik ben gelijk van de contante geld af. Ik ga gewoon een Jodendonatie doen. Ik ga €50 geven aan de Joden. En dan, ja, en geef me wat. Dat was toch zo met die slavernij van Exodus. Maar steeds meer doen voor steeds minder geld. Ja, dan moet je met geld gaan smijten. Moet je in één keer €50 lappen. Hoppakee. Dan zijn ze in één keer klaar. Dan kunnen die stomme wietjes krijgen dan ook mee. Die kan ook die verkopen. Die kunnen al afval. Alleen maar die Joden kennen. Die Joden hebben die Egyptenaren overleefd. Halleluja. Dat kunnen wij niet zeggen. Wij de Germanen. Ik ben de 1/32e Jood of zo. Ik ben voornamelijk Viking. Er ruikt iets vreemd in Denemarken. Nee, er ruikt iets vreemd overal. Ook in Schoon de Woerd. Mijn werk vandaag. Ik ga er even een mail sturen aan onze coördinator namens mij en Erik. Waarin we hem bevestigen dat wij uitermate goed overweg komen, of komen, ja, kunnen.
met zijn handelswijze. Dus ai, ai, kapitaan. Wij hebben 2 teamleden en die zijn bibberig. En baby's. 2 baby's. En er moet een vrouw bij. Om die 2 te leren van de wijk. Dat is hun straf. Ik heb geen vrouw nodig boven mij. Ik kan zelf de afwas doen. Die 2 baby's hebben een vrouw nodig. Dat zijn de dingen waar het om gaat. En Bill Gates is een stommetje, stelletje. Helemaal staat er me niks voor. We hebben die machine nodig. Ik weet dat er een ontwerp is. Dat kan je uitschrijven. En dan heb je die machine. En die machine heb je thuis en die machine is overal. Binnen jouw netwerk. En je kan ook afspreken dat mensen hele grote harde schijven hebben. Whatever. Backup stations. Proxies. Een procurateur server. Een proxy. I will dump my shit into you. Here is my shit. Staat op de proxy. De procurateur. Dat is het netwerk. Dus dit heeft helemaal niks te maken met een protest tegen Bill Gates. Of zo. Bill Gates is een getormenteerde kleuter. Met een verstand van iemand van 13 jaar of zo. Ja, precies. Ja, 13 denk ik. Net iets voor de puberteit. Een zeurende kleuter. Dat heeft niks te maken met het systeem. En het systeem is dat de ene mens wat meldt en de andere mens daarvan te horen krijgt. En dat de tijd loopt. En wat zeg jij? Formeel gesproken. Formeel gesproken moet ik echt gaan lopen. Maar wat zeg jij formeel gesproken? Daar gaat het mij om. Ikzelf, het dubbel zeggen. Dat is mijn doel. Wat wil jij zeggen? What is it going to be, boy? Yes or no? Ja. En komt dat rust?
Er is geen oorlog te winnen. Of te verliezen. Er is een oorlog te strijden. En als de oorlog voorbij is, vallen de strijders in slaap. En daarna worden ze weer wakker. En daarna denken... Houd toch op, ik ga boodschappen doen. Ik ga boodschappen doen op 19.07.03. Ja, iets van, zeg maar, pak een beetje, 7:15 of zo. En om 8:00 kan je geen alcohol meer kopen en geen wiet meer kopen. Ik moet in 3 kwartier moet ik alcohol en wiet zien te halen. En wie is de winnaar vandaag? In dit huis. De Rodenburgstraat. 3. Strip je 3 aan. 68 Alpha. H. Majority. Her Majesty. Dat is mijn postcode. Rodenburgstraat. 3-3. 6811. Heilige Maria. Ja, kom op, met je boom. Dat is wel leuk, ik ben nou mijn schoenen aan het aantrekken. Kijk, je moet er niet aan denken van... Oh nee, maar dan moet ik ook mijn schoenen aantrekken, want Perry gaat zijn schoenen aantrekken. Nee, moet je helemaal niet doen. Ja, man. Oh, mijn schoenen aantrekken. Ik heb het over Bill Gates. En dat je dan niet... zeggen. Het gaat daar dus niet om. Het is een getormenteerde kleuter. En daar wordt mee geëxperimenteerd. Na. Dat is erg belangrijk. Ik doe even de microfoon. Ja, sorry hoor, maar het was een hele bijzondere aanzending. Want ik zit er maar door te ouwehoren terwijl ik mijn werkbroek aantrek. Want ik heb een onderbroek. Nee, ik heb een slip. Hè? En ik heb een onderbroek. Een joggingbroek. En dan een broek eroverheen. Dat moet je ook maar aantrekken. En wat ik er nou weer over? Want ik had net over zo'n leuk onderwerp. Iets met seks of zo. Het gaat altijd over seks, hè. Dat is heel gek, hè? Oh, ik had het over Bill Gates, hè? Maar ik wil dus... Met Bill Gates en seks vind ik prima. Maar dan seks voor al die... En dat iedereen ook... De popcorn in de zaal. En dat ze, dan mogen ze ook het podium opklimmen. En dat er van die YMCA... Van die gozers met leer en zo. En die duwen al die... En dan een harde muziek erbij en zo. Dan hebben we echt een goed seksfeest met Bill Gates. Hè. En Bill Gates, we komen nou. Maakt toch. Kijk, die Japanozo's of Chinezo's of andere gekkio's met sleetogo's of zo. Die hadden toch gezeik van. Als er een boom omvalt in het bos en niemand hoort het. Is er dan een boom omgevallen in het bos? Ja, precies. Dus dat we Bill Gates boeddhistisch pakken. En hem geen haar krenken, hooguit, dat hij grapefruitsap heeft gehaat. En
Ja, maar ook een beetje ja, wel andere. Ja, maar ook wel goed voor de bibs natuurlijk. Ja. Dat die. Oh man, ik zie het zo voor me. En iedereen met, in de zaal met popcorn. En ook popcorn met chocoladesaus. We maken het uit. We hebben 500 miljoen uit te geven. Dat is ongeveer de telling, hè? Dus 1 euro per persoon. Een menselijk persoon. Ik bedoel, je hebt de menselijke personen en je hebt de personen in het algemeen. Dat zijn twee verschillende dingen. We nemen de menselijke personen van vlees en bloed. Zoals ik. Ik ben 059-668-301.nl. Maar dat kan dan niet. Als je het opzoekt, dan zie je mij niet. Nee. Dan moet je me opzoeken onder mijn valse naam. Van Perry. Ik heet helemaal geen Perry. Dat kan namelijk helemaal niet. Wat ook niet kan, is dat ik mijn naam verklap. Want dan ben ik morgen dood. Tjo. Kijk, je gaat ervoor. Of je gaat er niet voor. Ik maak maar een grapje. Stel je niet zo, man. Ik heet helemaal geen Perry. Stel je niet zo, man. Zegt, er is niks om je zorgen over te maken. Ik zeg je. Vroeger hadden wij op tv Bartje uit Drenthe. En die zei, ik bid niet voor Brunboom. Dat ik klap voor zijn kop moet krijgen. Ik vind het heel belangrijk om te bidden voor het eten. Ik vind het ook heel belangrijk dat er niet iemand is die... ja, het gebed voorgaat. Ik vind het heel belangrijk dat voordat je gaat eten, dat je je beseft dat het gebed van mijn Heer luidt: Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Smeek bidden. Thank you and have a good night. And I promise you, I will have that too. It was in praise of Alan Watts. De negatieveling. Mijn Johannes de Doper. Ai. Zoveel te vertellen. Zo weinig tijd om naar de Albert Heijn te snellen. Wat een bier. En die wiet met die kutshows. Keep tiny, keep warm. Ik en de mijzelf wonen in hetzelfde hart als dat hart waar jij woont. Tot af het samen.